Ja, maar je mag ook gewoon beginnen hoor, dat maakt niet uit. Ja, we doen gewoon een rollende start. Er zit een meer structuur in waarschijnlijk. Ik doe dat bijna altijd, een rollende start. Ja. En dan denk ik, oh, zullen we maar gewoon snel aanzetten? Ja. Nou, Henk, dankjewel dat ik er mocht zijn. En nou, misschien fijn, want ik was net mezelf aan het voorstellen en dat verzandde al in een hele leuke discussie over maakbaarheid en over ambities en doelen stellen dat mensen dat vooral niet moeten doen, maar daar gaan we het zo meteen nog wel eventjes over hebben. Ja. Wie ben jij? Ik ben een goede vraag. Er zijn dagen dat ik mezelf ook wel eens even afvraag wie ik eigenlijk ben. Nou, ik ben Henk Krijnhof, 62 jaar. Ik kan je mijn adres en geboortedatum en allerlei data geven, maar dat draagt niet veel bij, denk ik. Bij een sportminder publiek ben ik misschien nog bekend als ooit vroeger, heel lang geleden, een jaar of 30, 40 wel, de trainer van Nelly Coman, de sprinter eigenlijk, internationale sprinter. Ik ben namelijk al sinds 1976 bezig met atletiek trainen, met sprinters te trainen. Ik heb 5 Olympische Spelen meegemaakt als trainer, als geaccrediteerde coach en sporters begeleid. Dat heb ik tot 2004 gedaan. Toen dacht ik, weet je wat, het wordt tijd om het estafette stokje aan de volgende generatie te geven. Anders word je zo'n mastodont die nog een beetje in de porseleinkast rondbaiert. Iemand die alles al weet, van ja, nee, maar wij vroeger. Dat was zo'n verzuurd type, dat wou ik voor zijn. En toen dacht ik, ik ga wat anders met mijn leven doen. Nou, uit de topsport, hoe beperkt het ook is, ik ben niet zo'n enorme fan meer van topsport. Ik heb er te lang in gezeten misschien. Maar er zijn ook een aantal aardige dingen die je uit de topsport wel kunt meenemen. Dat zijn bijvoorbeeld je levensstijl, hoe topsport leven, denken, eten en dergelijke. Daar valt best wat van te leren, ook voor gewone mensen eigenlijk wel. Dus daar zijn we eigenlijk mee bezig gegaan, aan de slag gegaan. En op dit moment ben ik ondernemer, auteur. Ik geef behoorlijk wat presentaties over een redelijk spectrum van onderwerpen, een redelijk scala van onderwerpen. Van stress tot voeding, van sport tot mentale aspecten, van innovaties tot nou noem maar op eigenlijk. Ook voor een breder publiek. Nou is eigenlijk misschien niet wie ik ben, maar is in ieder geval wat me bezighoudt. Ja, dat was misschien wel een hele sneaky vraag ook, van wie ben je? Ja, maar dat kan ik wel tegen, dat is geen probleem. Nou, het impliceert voor mij ook wel een beetje dat je wel op een bepaalde manier naar bewustzijn en naar mens zijn kijkt. Want anders zou het niet zo'n, zou je gewoon zeggen, nou, ik ben Jeannette de Geus, ja, zoveel jaar oud, dit is wat ik doe. Ja. Dus ik vind het wel interessant, meteen al, ja, als ik dan daar meteen op in mag haken. Ja. Heb jij een bepaald wereldbeeld of bepaalde visie op mensheid, bewustzijn? Ja, ik denk het wel. Het is alleen, misschien komt het omdat je een beetje ouder wordt. Ik ben niet politiek geëngageerd eigenlijk. Politiek wordt eigenlijk altijd bedreven door mensen. En die mensen, dat idealistisch waarmee je begint, dat verpietert al snel. Of dat corrumpeert al eigenlijk heel snel. En we hebben het over het socialisme, of het communisme, of het kapitalisme. Ergens komen steeds dezelfde mensen bovendrijven die andere mensen misbruiken voor hun eigen individuele doelstellingen. En eigenlijk dat grote idealen. Uiteindelijk verwatert het allemaal. Eigenlijk ben ik nog een anarchist ook. Ik geloof niet zo in leiders en leiderschap en de mensen die het beste met ons voor hebben. Dat was misschien vroeger een keer zo, maar als we om ons heen kijken, zien we eigenlijk dat hebben we uit de klauw laten lopen. Dit is niet meer zo. Mensen dienen andere belangen, financiële belangen, financiële interesse. En maken zich eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen meer om hun medemens. Dat stuit me wel eens tegen de borst. Dus vandaar dat ik niet zo heel veel vertrouwen daar meer in heb. Dat is niet om cynisch te zijn of somber te zijn of negatief te zijn. Ik ben eigenlijk heel positief wat dat betreft. Ik geloof dat er ook wel weer een kentering komt dat we wat meer voor elkaar gaan betekenen. En wat minder voor in onze portemonnee kijken wat het ons oplevert. Zo van, wat zit erin voor mij? wat ik probeer in mijn mensbeeld is om breed en internationaal georiënteerd te raken. Wat ik vroeger veel gereisd. Ik reis nog steeds redelijk veel. Van China tot Argentinië, van noem maar wat, Noord-Amerika tot Zuid-Afrika, Australië. Voor een gedeelte met de sport. Maar het is ook leuk om. Ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoond, in het Sultanaat van Oman. Om kennis te maken met andere culturen, andere denkwijzen van andere mensen. Dat vind ik op zich al heel boeiend. Daarnaast probeer ik me te interesseren voor een breed scala van onderwerpen. Van geschiedenis, biologie, psychologie. Technische ontwikkelingen, neurosciences, voeding, noem maar op. Mijn streven was vroeger als kind al wel om een soort homo universalis te zijn. Iemand die eigenlijk
alles weet. Het is een beetje een obsessie van me geworden. Ik probeer nog steeds meer te lezen dan 10 gemiddelde mensen bij elkaar. En dat lukt ook nog redelijk. Ja, ik hoorde in een ander interview met jou dat je als kind 20 boeken per week leende bij de bibliotheek op andermans kaart. Dat klopt, de kaart van mijn ouders. Ja, ik had van kinderboeken, kon je 5 boeken en mijn ouders kregen 7 boeken. En dan nam ik er gewoon 12 mee en die las ik altijd. Dus ik heb als kind toch iets te weinig buiten gespeeld misschien. En mijn moeder had altijd de uitspraak, Henk zit liever in een hoekje met een boekje. Dus mijn broer die kwam weer binnen onder de modder, had hij weer gevoetbald. Maar dat was niet mijn ding. Ik zat liever te bedenken hoe ver de maan weg was en hoe je daar nou kon komen. En allerlei dat soort dingen. Dat hield mij meer bezig eigenlijk. Ik ben ooit in een jong moment lid geweest van de jonge onderzoekers. Dat is een groep in Groningen. Dat waren studenten, professoren. En die gingen jonge mensen tussen de 10 en de 15 jaar de beginselen van de wetenschap bijbrengen. Nou, dat vond ik echt geweldig. Geweldig. De kleur van gras te analyseren. Welke kleurstoffen zitten er in gras? En natuurlijk was ik ook voor een gedeelte geïnteresseerd in het maken van raketten en harde knallen en dingen die stonken en zo. Dat ook weer stinkbommetjes en zo. Maar dat heb ik toch wel meegekregen. Vond ik toch wel interessant. En dan heb ik een breed scala van onderwerpen eigenlijk wel. Ja, en het mooie is denk ik dat de mens als subject kan je aan dat hele scala blootstellen. Dat is denk ik ook leuk om met training bezig te zijn. Omdat je, het is zowel fysiologie als psychologie. Er komt, en vooral als je echt gaat coachen, er komt een mentaal aspect bij kijken. Emotioneel aspect, hormonen. Ja. Je kan er helemaal op los, lijkt me. Absoluut, absoluut, absoluut. Een van de kenmerken van deze tijd is dat onze tijd kent veel specialisten en experts. Iedereen is vandaag de dag al heel snel specialist en expert op dat gebied. Daar ben ik absoluut op tegen. Ik ben helemaal geen specialist. En ik moet dan denken aan de uitspraak van de schrijver Robert Heinlein, de Amerikaanse science-fiction schrijver, zei, een mens moet een boom kunnen hakken, moet een varken kunnen slachten, moet een hert kunnen villen, moet planten kunnen kweken, moet een luier kunnen verschonen, moet een boot kunnen bouwen, moet een boot kunnen besturen, moet les kunnen geven, moet les kunnen nemen, moet kunnen luisteren, moet kunnen figuurzagen, moet een gedichtje kunnen maken. Specialisatie is voor insecten. Dat vond ik wel een mooie. Dus iedereen die heeft, maar ik ben een krachtspecialist. En dan laat ik even deze quote van Robert Heinlein lezen. Dat alleen insecten specialiseren zich tot één gebied waar ze heel goed in zijn. En de rest, dat kunnen ze niet. Denk aan bijen of denk aan mieren. Die doen dat. Mensen moeten een breed scala van kwaliteiten hebben, denk ik. Dat is om compleet mens te worden. En je ziet steeds meer mensen die zich een beetje verengen blijven. Achter hun, eigenlijk een beetje boven een iPhone hangen. Vind ik een gevaar voor de toekomst. Ja, wat vind je eigenlijk van de uitspraak? Misschien heb je hem al wel een keer gehoord, dat weet ik niet. Maar wij zijn een aap met een smartphone. En ik wil hem ook wel toelichten wat ermee bedoeld wordt. Een aap, als je kijkt naar ons systeem. Ja. Gewoon hoe onze hersenen nog steeds gehardwired zijn. Hoe ons lijf nog steeds eigenlijk gecodeerd is. Ja. Maar dan met een smartphone. Die heb ik niet gehoord, maar zelf in mijn presentatie, we zijn een aap in een stropdas. Dat is, in feite is dat misschien een opvolging daarvan, ja. Precies, dat is eigenlijk een beetje geen aangeklede apen. Wat wij vaak doen, dat weerspreekt niet de manier waarop wij ontworpen zijn als mensen. We denken wel dat alles maakbaar is, we denken wel dat we heel veel kunnen. Maar uiteindelijk zijn we gewoon aangeklede dieren. Er zit nog heel veel dierlijks in ons. Dat laagje cultuur en dat laagje wat wij denken dat we hebben, is maar een heel dun vernislaagje. Als je daar iets afkrapt, dan blijft er eigenlijk, is niet zo heel veel nodig om dat laagje eraf te laten vallen. Kijk naar Syrië, kijk naar het voormalige Joegoslavië. Er hoeft maar heel weinig te gebeuren, in ieder geval van een leider of in ieder geval van een religie of wat dan ook, dat we eigenlijk gewoon weer naar het leven staan. Net als, apen. Ja, en dan met het meest krachtige stukje technologie, denk ik, van ooit in onze hand. Dus waarin we alles kunnen opzoeken, met elkaar in verbinding staan. We staan eigenlijk helemaal niet met elkaar in verbinding. Dat is het probleem. Je kunt alles verbinden of alles delen met iedereen die je... maar dat is helemaal niet zo. Ik heb helemaal geen verbinding. Ik had namelijk ook verbinding met per flessenpost of per telefoon een draadje. Maar er is helemaal geen verbinding. Ik zie iemand op een schermpje. Net zo interessant als televisie. Ik hoor iemand in een microfoontje.
Dat is hartstikke leuk. Dat is net zoals de radio. Maar ik heb geen verbinding. Als we over verbinding hebben, praten we over meer dan domweg communicatie of contact. Verbinding is er niet. Want verbinding is face-to-face. Ik moet jouw gezicht kunnen lezen. Ik moet jouw gelaatsuitdrukkingen kunnen zien. Ik moet jouw bewegingen kunnen zien. En ik moet... of je iets zegt per telefoon, of iemand een appje stuurt, of iemand face-to-face ziet, is een heel ander ding. Ja. Dit gesprek is heel anders dan als hij per Skype zou zijn, of dat we een briefwisseling of een mailwisseling gehad zouden hebben. Ja. Ondanks het feit dat wij onze intenties misschien hetzelfde zijn. Dat is niet veranderd, maar er komt iets heel anders uit nog eens een keer. Dus verbinding is iets anders dan domweg een stukje informatieoverdracht of communicatie. Er komt veel meer bij, en vaak in onbewuste zin. Je kan nu gelaatsuitdrukking, je kunt de mijne zien. Of ik daar gelukkig van word, of dat ik lach, of dat ik daar een heel moeilijk gezicht bij trek. Dat moet je kunnen zien. En mijn wereld en mijn omwereld is meer dan een paar vierkante centimeter tweedimensionaal op een schermpje. Dat is een driedimensionaal beeld waar je kunt zien, wat je kunt horen, wat je kunt ruiken. Nog eens een keer bij wijze van spreken, dat is veel meer. Dus je treedt wel een verschraling op van het woord... verbinden. En ik wil even het bruggetje slaan naar waar je denk ik nu, wat ik had begrepen, althans het meest me helpt, hè, stress en vermoeidheid. Ja. Als ik dat goed zeg. Ja. Hoe zie jij die link tussen hoe we dus nu boven die smartphone hangen en bijvoorbeeld stress wat mensen ervaren of vermoeidheidsklachten? Nou, dat is een vreselijk idee. Een vreselijk idee. Want in 1997 was 7% van de werkzame bevolking had een burn-out. Best wel veel eigenlijk. 1 op de 14 krijgt een burn-out, waardoor je een jaar of misschien wel meer uit de roulatie bent. Dus op dit moment al 14%, dat neemt eigenlijk exponentieel toe. Wat ook onthullend is, dat de jonge mensen die een burn-out krijgen, vroeger was dat de gemiddelde 40 of 50. Ja, midlife crisis, kinderen het huis uit, en dan wat moeten we doen? Misschien ook hele drukke periodes in het leven van mannen met name een keer op het werk. Hè. Je hebt alles al een keer gezien en gedaan en dan een nieuwe stap maken. Maar nu zie je kinderen van 16 of jonge dames, jonge heren die net van de universiteit of cum laude afgestudeerd met een totale burn-out. Dat is schrikbarend, moet ik zeggen. Dat is schrikbarend. Dat heeft maar één oorzaak, gewoon dat onze hersenen die best flexibel zijn en plastisch zijn en best veel informatie aan kunnen, toch nog... kans zien om niet te overladen met informatie die eigenlijk niet veel meer is dan ballast. Ja, hoe ontstaat burn-out precies in jouw ogen? Is eigenlijk de ultieme vorm van vermoeidheid. Vermoeidheid betekent eigenlijk, oké, vergelijk jezelf met een auto. Je rijdt op de snelweg en op een gegeven moment hoor je ping, ping. En dan zegt je, oei, is niet veel benzine meer. En dan rij je al een beetje op de reservetank, maar je rijdt nog steeds. En je rolt de benzinepomp binnen en het tankje bij en er is niks aan de hand. Burn-out is, je staat langs de snelweg op de vluchtstrook met zo'n mooi vestje aan en een jerrycannetje aan de hand. Je auto rijdt geen millimeter meer, helemaal leeg. Dat is even het verschil tussen vermoeidheid en burn-out. En hoe komt dat? Omdat je net als geld of wat dan ook meer uitgeeft dan je bijtankt. Meer benzine uitgeeft dan je bijgetankt hebt, meer... geld uitgeeft dan je binnenkrijgt. En meer energie uitgeeft dan je eigenlijk bijtankt door te weinig te slapen. Omdat je met je iPhone in de hand slaapt. Omdat je lang opblijft, omdat we kunstlicht hebben en toch nog een leuk programma op Netflix is. Waardoor je toch nog een uurtje langer blijft, opblijft. Dus we slapen met z'n allen veel te weinig. Dat is al één. Wij slapen gemiddeld al een uur minder dan onze voorouders deden. Nou, dat lijkt niet veel, maar het is wel veel. Dus we slapen gemiddeld zo'n 7 uur in plaats van de 8 uur die we zo gemiddeld dan nodig hebben. En dat heeft grote betekenis voor het herstel van onze hersenen. Niet alleen slapen we nu minder, dat is op zich niet zo erg, maar een dag wordt geen 23 uur, hij blijft 24 uur. Dus je slaapt een uur minder en je werkt en bent dus wakker en je hersenen gebruiken meer zien een uur meer. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen het uurtje slaapt, maar je bent ook een uurtje langer wakker, waar je allemaal informatie opneemt en verwerkt. Ik hoorde het, Walker heet die meneer volgens mij. Ik weet even zijn voornaam niet. Hij heeft een boek geschreven over slaap. Ja. En dat was, als je dat leest, dan verandert je wereld. Volgens mij was het 20% minder cognitief vermogen op het moment dat je een uur korter slaapt. Absoluut. Dat is gigantisch. En dan heb je niet over testosteron wat afneemt, allerlei andere factoren die... slaap, laten we zeggen. Je slaapt 25 jaar van je leven, dus een derde van je... Als dat niet belangrijk zou zijn,
dan zou dit in de evolutie al lang minder geworden zijn. Dan hadden we best 2 uur kunnen slapen. Nee, je slaapt bij een domweg. A, je bent niet productief. Je kunt niet eten. Je kunt je niet verdedigen. Je bent gewoon kwetsbaar in je slaap. Ja. Dus dat moet een hele belangrijke functie hebben. Daarom verandert het eigenlijk niet. En daar gaan we toch aan zitten sleutelen met z'n allen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, nee, maar ik slaap 6 uur en dan voel ik me echt uitgeslapen. Jazeker. Maar ook als je in de reservetank rijdt, kun je nog altijd 140 rijden. Dat is het probleem niet. Maar dat is een kwestie van tijd. Je voelt je uitgeslapen. Waarom? Domweg omdat je wekker gaat. En dan moet je eruit. Want je moet naar je werk toe. Nou, dan sta je om 6 uur op om 7 uur op en je wekker gaat. Natuurlijk voel je, maar je denkt dat je uitgeslapen bent. En dat zijn helemaal een beetje langzamerhand, sluipende wijze, zo'n burn-out, zo'n vermoeidheid optreden. Je traint jezelf. Precies. En als je jong bent, kun je daar beter tegen. Ik herinner me nog, toen ik 18 was, dan ging je wel eens een keer naar de disco, naar leuke meisjes opzoeken en een biertje drinken. En misschien wel 2 biertjes of misschien wel wat meer. En dan kom je om 5 uur kom je thuis morgens. Maar om 8 uur zat je gewoon weer op de fiets naar school. En om 9 uur zat je of om 8:30 zat je in de schoolbanken. Met een flinke kater, maar je was er wel. Nu ben ik 62 en ik ga eigenlijk altijd om 1 uur of 10 naar bed. Ja, nu is het 11 uur. Nou, mens, ik ben gebroken. Ik zeg, je weet niet waar ik moet hebben. 11 uur, een uur te weinig geslapen. Dus als je jong bent, kun je ook veel meer aan. Dan kun je kun je wat dieper in je reserve tasten. Dan heb je een iets groter reservetankje. Nou, dat is het dus. Als je 18 bent, kun je echt alles aan. Dan kun je nog een paar keer, misschien wel maandenlang met 6 uur slaap. Dat moet je eens proberen als je 50 bent. Nou, dan wordt hem dat niet meer. Waar zit die reservetank? Want ik zag in een filmpje van jou dat je dat over de hersenen, het autonome zenuwstelsel. Ja. En de rest dan? Ja, stresshormoonsysteem. Of het, ja, en de bijnieren bijvoorbeeld. Ja. Want wat zou je iemand adviseren die zegt van, nou, volgens mij ben ik wel nu, zeg maar, heb ik te veel stress of ik voel me vermoeid? Want het klinkt namelijk, nou, laat ik me anders formuleren. Nee. Ik heb soms ook wel eens mensen die coach en die dan ook tegen vermoeidheid en burn-out aanlopen. Ja. Het is niet genoeg om te zeggen, oh, nu ga ik eventjes een uurtje zitten. Of weet je, het zo van waar begin je met bijtanken, lijkt het soms wel. Nou, eigenlijk ben je continu aan het bijtanken. En dat wordt dan verstoord door een snippertjes werk of belasting die je moet doen. Maar vandaag de dag zijn we alleen maar bezig met uitgeven en belasten. En dan moet je ook nog slapen. Wat lastig is dat nou? Want ik had eigenlijk ook nog iets leuks op Netflix willen zien, op mijn Facebook bijwerken. Wat lastig is dat toch nog slapen? Dus het wordt eigenlijk omgedraaid. Vergeet ook niet, een andere kenmerk is dat wij in de eerste keer, gezien het bestaan van de mensheid, dat eigenlijk, oké, ik wil een kokosnoot splijten, dan neem ik een stuk rots. Doe niet meer bloot handen een rots. Ik gebruik een werktuig, ik gebruik eigenlijk technologie. Ik wil het hert niet achteraan lopen. Nee, ik wil het eigenlijk neerschieten met een pijl en boog. Dat is technologie. Dat gaat dan door tot aan de stoommachine. Dat gaat door tot aan elektriciteit. Dat gaat door tot aan... Maar tot aan dit moment, decennium, was eigenlijk... de technologie was een slaaf van de mens. Maar wij zijn de slaaf van de technologie geworden. Want het piepje gaat en ik ga kijken... Oh, verrek, ik had een berichtje. Dus wij zijn op dit moment, er is ook niemand meer zonder smartphone. Je telt eigenlijk ook al helemaal niet meer mee als je geen internetverbinding hebt. Dan ben je gewoon een soort paria geworden, een outlier geworden. Je moet gewoon, want je moet gewoon een bankrekening hebben. Je kunt vandaag de dag niet meer met cash geld aankomen. Dus je wordt gedwongen om slaaf te zijn van het leven. Ja, dat worden we keurig netjes. Wij luisteren naar de technologie. Die technologie bepaalt eigenlijk wat jij gaat kopen. Want dat is het berichtje wat jij krijgt als jij op Facebook zit. Dan komt er een keer zo'n reclametje binnenvliegen van... wat jij een week geleden hebt opgezocht op het internet. Denk je niet dat daar een soort van zelfregulerend mechanisme opkomt? Of al is het van buitenaf dat meer aan banden gaat worden gelegd? Ja, als meer gebaseerd op hoop dan op realiteit. Ja. Je ziet het eigenlijk steeds erger worden tot nu toe. Dus we hebben nog de bubbel niet bereikt dat die gaat barsten. Ja, precies. Want ik merk, als ik van mezelf kijk, op mijn vriendenkring... Ja. Ik kijk geen televisie. Ik heb geen notificaties aanstaan op mijn telefoon. Ja. Omdat je al bewust bent van die eerste dingetjes. Van, ja. ik wil zelf bepalen wanneer ik mijn mail check. Ja. Ja. En niet dat die telefoon bepaalt wanneer ik hem oppak. Ja, er ontstaat wel een zeker bewustzijn dat minder goed is. Maar met name jonge generaties, die weet niet anders meer. Wij kunnen het ding nog uitzetten. Ze zijn er mee een leven zonder smartphone. Ja. Dat is onmogelijk. Nou moet ik zeggen, het lijkt me ook verdomd onhandig. Want wat natuurlijk heel raar is, want je kan prima zonder.
Natuurlijk, je kunt prima zonder. Alleen steeds minder mensen denken dat je zonder kunt. Je hebt sociale digitale detox weken. Dat je leert om weer zonder te kunnen. Omdat we denken dat we niet zonder kunnen. Maar niemand zal je ook vertellen, behalve je ouders misschien. Zet dat ding nou eens uit. Blijf er nou ook eens een keer vanaf. Want je baas doet dat niet. Je vrienden doen dat niet. Zeg, hey, ik heb je al een week niet op Facebook gezien. Hey, ik heb je net een WhatsAppje gestuurd. Dus je wordt eigenlijk wel gedwongen door je omgeving om daar aan mee te doen. Nou, het is best wel lastig. Een vriend van mij, ik vind het dat hij dat heel mooi zegt. Hij zegt, ik heb met niemand een SLA. Ja. Ja. Ik heb met niemand een service level agreement. Zo van, als ik een appje krijg... Ja. Ik heb met jou geen contract ondertekend dat ik dat binnen 5 minuten of binnen een dag... Ja, precies. Maar mensen gaan daar wel van uit. Dus het is ook een soort van elkaar een beetje opvoeden. Ja. Zo van, hey joh, als je vroeger... Weet je wel, stuur je een brief en dan kwam er een week later kwam er een keer een reactie. Natuurlijk, we moeten niet daar naartoe terug. Maar het hele, die aannames... En dan vooral ook het spel wat er achteraan gebeurt. Hè, ik doe de aanname dat jij meteen een antwoord. Ja. Of ik verwacht dat jij meteen antwoord. En als je dat niet binnen 5 minuten doet, ga ik aannames doen waarom je dat niet doet. Ja. En dan afhankelijk van het type persoon zal de ene boos worden, de ander verdrietig. Hij wil me niet antwoorden. En dan gaan ze kijken of je wel online bent. Nou, ik zie dat hij online is, maar hij antwoordt niet. Dat is een heel gecompliceerd, maar onnodig vervelend spel, als je het mij vraagt. Absoluut. En allemaal dankzij het feit dat het kan. Ja. Dat het technisch mogelijk is om dat te doen. Want alles wat technisch mogelijk is, is in de praktijk ook gebeurd. Dus nu het technisch mogelijk is om iets te doen, dan kun je er echt wel gif op innemen dat in de toekomst ook zal gebeuren. Alle goede dingen, maar ook alle slechte dingen. We konden een atoombom bouwen. Nou, hij is ook gegooid. We kunnen technisch chemisch, kunnen we gifgas maken. Ja, het is ook gebruikt. Dus alle dingen die technisch mogelijk zijn, worden op den duur ook domweg gebruikt. Er blijkt dus niet zoveel rem te zijn. Er blijkt dus niet zoveel opvoeding te zijn. Anders zouden we elkaar wel beter opvoeden daartoe. En dan blijkt het maar heel beperkte werking te hebben. Die zelfregulatie. Waar zie je zelfregulatie optreden? Nou, eigenlijk nergens, want dat is wat we niet willen. We willen die dingen zichzelf reguleren. Wij willen dingen reguleren. Ik wil niet dat ik mijn app... Niemand wil dat jij jouw telefoon uitzet. Nee, ze willen graag dat jij je telefoon continu aan laat staan. Mm. Niemand wil dat jij kunt aanvinken of jij reclameboodschappen wil hebben of niet. Dat kan wel, maar dan moet je eerst al die dingen gaan doorlezen en allemaal weer afvinken dat het zo complex is dat je daar al niet eens aan begint. Dus krijg je die boodschappen. Niemand, de economie is er niet mee geniet. Alles staat, de homo economicus is geboren. En die staat, alles staat ten dienste van je moet productief zijn, efficiënt zijn, effectief zijn, iets nuttigs doen, iets zinvols doen met je leven. Dus je moet produceren en je moet consumeren. Nou, zonder dat is dat natuurlijk de doodsklap voor de huidige economie. En dat vind ik eigenlijk wel bezwaarlijk, moet ik zeggen. Dat alles afgewogen wordt in het licht van je economische waarde. Dat alles in dienst staat van domweg geld verdienen. En ik verdien geld, absoluut, dat is geen probleem. Maar het mag niet zijn dat het belangrijkste mag het ook nog zijn, maar het mag niet zijn dat het enige is. Dat is mijn bezwaar een beetje. Ja, nou, daar kan ik ook wel mee inkomen. Gelukkig. Ja. Tenminste één volger vandaag. Anders van, nou, dan stoppen we nu het interview. Eén volger gescoord vandaag. Ik zal me afvragen, want je zei in het begin van een homo universalis. Ja. Nou, burn-out, stress, vermoeidheid, dat is wel iets wat je... Wat je enorm interesseert. Ja. Waar komt dat vandaan? Eigenlijk onze kwetsbaarheid. Onze diepe... We zijn eigenlijk hele kwetsbare hoopjes protoplasma ook nog eens een keer. Die veel kwetsbaarder zijn dan we over het algemeen aannemen. We worden eigenlijk geregeerd door angst. Eigenlijk in een omgeving die misschien wel bijna iets te liefdeloos is. Daar worden we vastklampen aan dingen die we doen omdat we durven geen nee te zeggen. Want als ik nee zeg, vinden mensen mij niet aardig meer. Dus de pleasers, mensen willen pleasen. We willen graag dat iedereen gelukkig is. Dat iedereen dat naar zijn zin heeft. De terreur van de happiness-beweging. Want alles moet happy zijn, happy de peppy. En alles moet gezond en vitaal zijn. En door de gang lopen met een glas mineraalwater. En je kent die boodschappen wel, waar blozende, vriendelijke mensen met kinderen juichen door de... Gaat het leven niet zo dan? Sorry? Gaat het leven echt niet zo? Sta ik in de verkeerde rij? Welkom bij de club. Dat is alleen... Weet je wel, vroeger had je de World of Martini, waar mensen Martini dronken op zo'n grote zeiljacht en de zon onderging in Saint-Tropez. Ja, zo moet je leven. Je hebt aangepraat dat je leven er zo uit moet zien. Nou, wie zijn leven ziet er nou zo uit?
Ik ken er maar weinig in het leven er zo uitziet. En degene die leven er wel zo uitziet, die wel altijd zeewaardig jacht hebben. En die komen dan hier op bezoek nog eens een keer. Omdat ze toch last hebben van stress en van depressies en angststoornissen. En niet helemaal happy zijn met hun leven. Dat is dan wel het interessante nog eens een keer. Is dat niet ook wel een beetje een spanningsveld? Want stress hoort ook bij het leven, denk ik. Een zekere mate van spanning en opwinding. Ook, ja, ook bij ja, ja. het leven. Ja. Stress is ook positief, feitelijk. Kort zult het ook gewoon nou, goede dingen. Maar een overschot en er ja. niet uit kunnen schakelen van zorgt weer dan voor negatieve dingen, lijkt me. Dus aan de ene kant wil je wel die spanning, we willen niet helemaal wegduwen, lijkt me, toch? Nou, het is pas als het tegen je gaat werken, dan is het een probleem. Als het in de weg gaat zitten, als stress je in de weg gaat zitten. We kunnen ook niet echt goed inschatten. De ene is al bang op een keukentrapje te gaan staan, de ander gaat bungee jumpen wel zoals ja. hobby. Dus wat is nou een stressor? Is dat nou hoogte in stress? Nou, voor de een wel, voor de ander eigenlijk niet. Dat we allemaal een zekere spanning nodig hebben onder onze... Want wat krijg je als je geen spanning hebt? Ja, boredom. Gewoon verveling. Er gebeurt nooit, het leven is vlak. Er gebeurt nooit iets. Elke dag is hetzelfde routine, afvlakkend werk. Denk vroeger in die fabrieken waar je elke dag gewoon 10.000 schroefjes in staat te draaien. Dat is het enige wat je eigenlijk doet 8 uur lang. Vroeger was dat zo in een lopende band. Nou, daar zit je ook niet op te wachten. Dus het leven kent wel zijn ups en downs. De vraag is alleen, kan ik ze een beetje beheersen? Het hoeft niet elke dag iets te zijn, een levensbedreigende situatie te zijn het liefst. Of elke dag een bungee jumpen. En elke dag bungee jumpen, ja, dan stomt het ook af. En ga je op zoek naar een hogere toren, ga je base jumpen. Of je gaat wat anders doen. Het is ook altijd een vorm van aanpassing. Mensen zijn geboren aanpassers. Mm. En dat doen we dan ook. Dus we hebben eigenlijk steeds meer nodig voor hetzelfde effect nog eens een keer. Dus we hebben steeds meer spanning nodig, steeds meer druk nodig om er goed te kunnen presteren. Anders vallen we terug weer in die boredom en die vervlakking. Iets dat in het begin opwindend is na een aantal keer is dat gewoon gewoonte geworden. Normaal, ja. Ja. Dus daar zit wel een zeker risico in. Risico is een schat, is sowieso niet een heel sterk punt van mensen. Wij schatten de risico's eigenlijk altijd totaal verkeerd in. Totaal verkeerd. Hoe bedoel je dat? Nou, alle risico's voor gezondheid of voor risico's om eraan te overlijden. Dan gokken we altijd op de verkeerde paden. We denken bijvoorbeeld dat het, de kans in Nederland om gedood te worden door een terrorist is vele malen kleiner dan de kans om gedood te worden door jezelf. Oké. Okay. Ja, er sterven minder mensen. Suïcide is een veel grotere doodsoorzaak dan terrorisme. Ja. Toch worden er miljoenen besteed, misschien wel miljarden besteed aan het bestrijden van terrorisme. Hoewel er in Nederland de afgelopen, in de 70e jaren, terrorisme in de 70e jaren, Rode Armee-fractie, Palestijnen, vliegtuigen opblazen, treinkaping, noem maar op. Ja, dan is het nu eigenlijk heel erg rustig geworden. Dus dan weer weten nog Pim Fortuyn en Theo van Gogh, oké. Maar dan hebben we het eigenlijk wel eens een beetje gehad. En je wil niet weten hoe lang ik op Schiphol in de rij moet staan om gewoon mijn schoenen uit te doen en mijn veters los te maken en mijn riem eruit te doen. Maar dat is allemaal perceptie. Denk aan de misdaadcijfers die eigenlijk aangeven dat Nederland veiliger is dan ooit tevoren. En onze perceptie is niet zo. Dus onze perceptie wordt continu gekleurd of gevoed door ja. Ik moet zeggen, dat is een van de redenen. Dit soort mechanismen, ook, ik weet ook wel wat van hoe ons brein werkt. Mm-hmm. Dat ik bijvoorbeeld geen televisie kijk. Of niet, geen kranten, ook geen kranten lees. Ja. Goed nieuws is niet spannend. Absoluut. We worden continu gevoed met overal gevaar. Het gaat om een stukje perceptie dan inderdaad. En ik wil mijn brein daar niet mee triggeren. Continu voeden van, dat de buitenwereld gelijk staat aan gevaar. Want dat is een beetje mensen die... Maar ook op Facebook allerlei berichtjes voorbij zien komen. En op het journaal. Het is overal kommer en ellende en kwel. En alles is, weet je wel, terrorisme en dit en dat. En wat hebben we toch slecht met z'n allen? Ja, precies. Het is gewoon perceptie. Dat is voor mij ook een reden om daar niet meer naar te kijken. Denk nu rijdt er een of andere halve garen met zijn autootje tegen de Telegraaf aan. Nou, niks aan de hand, een beetje blikschade. Ja, dat is een terroristische aanslag van de eerste orde. 2 seconden later heb ik al de foto's, de filmpjes, heb ik het al op mijn bord. Dan denk ik, joh, rotgauw op ermee. Kom op. Ik bedoel, binnen dat uur zijn er misschien wel 10 aanrijdingen geweest. Op de A2 staat er file aanrijdingen geweest. Niet intentioneel. Het is vaak de intentie die het bedreigend maakt. Ja. Een ongeluk is per ongeluk, maar dit is iemand die echt tegen zijn pauw aanrijdt. Maar verder,
is er eigenlijk niks aan de hand. Om een aanslag en terroristen en wie erachter zit. Nou, als dat de gemiddelde terrorist is, wees welkom. Want zo efficiënt was het ook weer niet. Dat heeft eigenlijk niemand kwaad gedaan. Dus dat is een echte mislukte terrorist, mag je dan wel zeggen. Of een mislukte aanslag geweest. Ik bedoel, behalve een beetje angst aanjagen aan de mensen die daar echt gevoelig voor zijn, heeft het eigenlijk niet echt veel gedaan. Meer eerder lachwekkend. Een Laurel en Hardy filmpje dan iets anders, moet ik zeggen. Dus heel veel dingen zitten in onze perceptie. Maar perceptie is realiteit. Het is de enige realiteit wat we hebben, wat we waarnemen aan de buitenwereld. En die perceptie wordt namelijk, en daar heeft een Zwitserse meneer heeft daar een heel goed manuscript over geschreven, Rolf Dobelli, over avoid the news. Dat vond ik prachtig, avoid the news. Want het nieuws is, er is veel nieuws. Het is ook altijd hetzelfde. Vandaag heeft een zelfmoordterrorist zich opgeblazen. Wauw, dat is nieuws. Ik hoor al jarenlang niets anders dan dat. Er is een boot gezonken met vluchtelingen. Tja, net als gisteren en eergisteren en vorige week. Je krijgt ook een vorm van afstomping daarvan. Dat is een van de dingen van nieuws. Het nieuws is gefabriceerd door mensen wat zij belangrijk vinden op dat moment. En gemanipuleerd in een bepaalde richting. Dus het, hey, avoid the news. Kijk er niet zo van nieuws. Nee, ga op een nieuwsdieet nog eens een keer. Want het is eigenlijk allemaal ellende. If it bleeds, it leads. Zelden iets positiefs, want dat is eigenlijk niet zo interessant. Ja, en daarmee worden wel onze hersenen eigenlijk geprogrammeerd. Kinderen spelen niet meer buiten. Op elke straathoek is iemand die het op je kinderen voorzien heeft. Ja, met gewoon kinderen binnen gaan zitten spelen, dat ze een dingetje in de hand hebben. Te weinig bewegen, overgewicht, diabetes, nou, noem maar op, allerlei problemen. Wat voor soort mensen komen hier eigenlijk? Want we zitten in je praktijk. Ja. Er zit een bedje achter mij. En ik zag, toen ik binnenkwam, was het koffertje nog uitgepakt met een hoop elektroden. Ja. En toestanden. Hoe pak jij dat aan als mensen hier komen met stress en vermoeidheid? Ja, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om dit te gaan doen. Maar in één keer kwamen veel mensen, mijn sporters, dat zijn, stress en vermoeidheid zijn de vaste metgezellen van elke sporter. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje... Fysiek is logisch, omdat ze hun lichaam gebruiken om te trainen, word je moe van. En eigenlijk de stressor, dat ben ik dan eigenlijk wel als coach, ik ben de voornaamste stressfactor eigenlijk wel. Ja, dat zou ik niet zeggen. En dus wou ik dat eigenlijk in kaart brengen. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand. Andere mensen zeiden ook, mensen die bij de politie en arrestatieteams en eenheden van defensie, dus speciale eenheden. Ja, Henk, maar wat wij doen is natuurlijk ook heel vermoeiend en heel stressvol. De mensen moeten dag en nacht paraat zijn. Hebben een piepertje, als pieper afgaat, spring in de auto, moet je iemand arresteren of erger. Kun je ons ook meten? Ja, oké. En daarna kwamen ook eigenlijk al heel snel gewone mensen die ook last hebben van stress en vermoeidheid en burn-out. En eigenlijk komt iedereen hier, laat ik het zo zeggen. Wat meet je dan precies? Hoe werkt dat? Oké. Nou, eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk te begrijpen. Om het simpel te zeggen, je hebt een aantal systemen die betrokken zijn bij stress. Je hersenen, die stress waarnemen en die dat ook verwerken. Ik noem wat, hier is een klein straatje en ik zie auto's komen langs. Er steekt iemand over en die wordt overreden. Nou, dan is wel stress. Maar ben ik nou blind, dan is er niks aan de hand, want ik zie het gewoon niet. Dus mijn zintuigen nemen waar of er een bedreiging is of een stressor is. Ben ik doof en blind, dan heb ik veel minder stress, want ik hoor of zien hoort dat er iets ernstigs aan de hand is nog een keer. Nou, dat gebeurt in ons centrale zenuwstelsel. Eigenlijk is dat een batterij of een accu. Mm-hmm. En dat is gewoon een accu, kun je meten hoeveel stroom erin zit. Heb je te veel stroom, heb je kortsluiting, epilepsie. Dan vuren alle neuronen tegelijkertijd, dat is niet goed. Heb je te weinig stroom, als je heel veel in je hoofd hebt, en dat gebeurt vandaag de dag veel. Als je heel veel balletjes in de lucht moet houden, als je veel aan je hoofd hebt. Nou, op een gegeven moment loopt die accu of die batterij loopt leeg. En dan kun je gewoon keurig netjes meten met een plakkertje op je duim en een plakkertje op je voorhoofd. Dan hebben we een tweede stresssysteem, dat is het echte stresssysteem, dat is het autonome zenuwstelsel. Nou, dat bepaalt alle vitale functies. Stel je voor, we zitten hier nu en er zijn een paar kwajongens en die gooien even een steen tegen de raam. Boem! Okay. Spieren spannen aan, mijn hartslag gaat omhoog, mijn adem stopt in mijn keel. Ik trek wit weg van schrik, angstzweet breekt me uit, bloeddruk gaat omhoog. Nou, daar hoef je niet over na te denken. Dat is een autonome reactie. Daar kan ik niet eens over. Ik kan het ook niet stoppen. En dat zijn alle functies, bepalen alle functies die te belangrijk zijn om aan ons bewustzijn over te laten. Want anders zou ik veel te trainen. Oh, wacht even, daar komt een steen aan. Ik moet even, ja, dan heb ik hem al tegen mijn hoofd. Dus snel wegbukken of snel wegduiken moet eigenlijk razendsnel gebeuren. En,
Dat systeem zit in ons achterhoofd. Hij heeft twee, die draadjes lopen naar de bloedvaatjes toe, naar de zweetkliertjes, naar mijn spieren, naar mijn hart, naar mijn longen, naar mijn, overal lopen die heen. Maar het zijn twee takjes, een rempedaal en een gaspedaal. Mm-hmm. Gaspedaal is vechten, vluchten of presteren. Adrenaline. Mm-hmm. Wit wegtrekken van schrik, wat ik net beschreven heb, is de adrenaline. Dan heb ik ook een rempedaal, gelukkig. Dat is mijn herstelsysteem. Nou, de ene brengt je hartslag omhoog. En mijn rempedaal brengt mijn hartslag naar beneden. De ene is energie uitgeven om te vechten of te vluchten. De andere is energie bijtanken. Rest and digest. Nou, die moeten met elkaar in verhouding zijn. En als de mensen nu gestrest zijn, is tijdelijk even omhoog. De gaspedaal trap je in en de rempedaal dat laat je even los. En op het moment dat de stress er is afgelopen, komt het gaspedaal weer naar beneden en trap je op je rempedaal. Maar bij chronische stress is dat blijven steken. Mensen die eigenlijk 24 uur per dag in flight of fight, vechten of vluchten status zijn. Mm-hmm. Dus continu in survival modus, in overlevingsmodus. Nou, dat is niet goed. Dat is het tweede. Dan heb je nog een backup systeem, dat is je stresshormoonsysteem. Dat begint in de hersenen. Je hypothalamus en hypofyse noemen we dat. Dat zijn twee hormoonklieren. Eigenlijk zijn dat dirigent en zijn assistent van het hele hormoonorkest. Nou, die gaan geven signalen aan je bijnieren. En die bijnieren produceren stresshormoon of cortisol. En dat is eigenlijk ook een stresshormoon, dat is adrenaline. Die geven energie. En ja, als je heel lang onder druk staat, maanden, en dan heb ik het niet over seconden of minuten, dan heb ik het eigenlijk over maanden en jaren, dan ga je eerst meer cortisol maken. Die bijnieren gaan ook groeien om te proberen meer cortisol te produceren. Op een gegeven moment zijn de grenzen aan de groei. En op dat moment, als je dan nog doorgaat met de stressen, nou, dan raken die bijnieren uitgeput en dan maak je geen cortisol en dan ben je niet vooruit te branden. Nou, dat zijn de drie voornaamste factoren die betrokken zijn bij de totale stressreactie van stress. Ja. Dus dat is wel interessant. Het lastige is dat je ze alle drie moet kennen. Om iets te zeggen over stress kan best zijn dat één factor heel goed functioneert en die andere uitgeput zijn. Mm. Alleen als je ene factor meet, zeg je, nou, het ziet er goed uit. Maar die andere twee zitten in de rode cijfers. Als je die niet meet, dan weet je het niet. Dus je moet al die factoren pakken om er iets over te kunnen zeggen over je totale stress. En heeft dat nut om dat bijvoorbeeld één keer te doen? Of zeggen we dat is eigenlijk iets wat je een paar keer zou moeten meten? Bijvoorbeeld? Want ik heb altijd het gevoel van dat kwantificeren natuurlijk van ja, al onze, wat je dan ook maar kan meten. Ja. Vaak zijn dat van die momentopnames. Ik weet ook wel dat je dat er zijn stresstesten die je kan doen. Hè? Stel dat je dat een beetje zou willen monitoren. Ja, maar ja, als ik net even zwaar heb getraind of een moeilijk telefoongesprek heb gehad, van hoeveel zegt dat dan, zo'n momentopname? Of is het iets wat ik echt gewoon gedurende de tijd zou moeten willen monitoren, bijvoorbeeld? Ja, een hele goede vraag. Een veelgestelde vraag is het momentopname. Nummer 1, alle testen zijn momentopnames. Alle testen wat je ook doet. Of je nou je temperatuur neemt, je kunt nu 37 graden en we vanavond thuiskomen 38 graden hebben. Dus het is een momentopname. Dat is geen probleem. Maar wat veel interessanter is, is die momentopname, kan ik die verklaren vanuit het verleden? En heeft het een voorspellende waarde ten aanzien van de toekomst? Dus, laat ik zeggen, je ligt hier en ik zou dat systeem meten en ik meet dat je heel veel adrenaline hebt. Nou, maar wacht even, hier is geen bedreiging aanwezig, hier is helemaal niks aanwezig. Dan weet je dat het chronisch is. Dan was het gisteren zo, is het morgen nog zo. Want er is geen enkele reden om zonder stress hier zo toch veel adrenaline te maken, dan is het chronisch. Als je hier nu ligt en je adrenalinegehalte is normaal en het systeem functioneert normaal, gaspedaal. Ja, dan kan het best zijn dat jij zo meteen in je auto toe loopt en ruzie krijgt met een parkeerwagen die net een bonnetje erop heeft geschroefd en uit je bol gaat en helemaal door het dolle heen, dat je schuim op je mond staat. Nou, dan maak je wel adrenaline, dan ben je wel gestrest, hè? Vechten of vluchten. En zo te horen is dat vluchten. voor de parkeerwachter. Maar dan weet ik in ieder geval dat op het moment dat je hier ligt, dat je niet chronisch gestrest bent. Dan kun je best nog een keer gestrest raken op een gegeven moment, maar het heeft zich dan niet chronisch gemaakt. Als je het gaspedaal, dat heb je al ingetrapt, maar als je het loslaat, komt het nog steeds weer terug. En op het moment dat je hier ligt, je even lekker ontspannen zo, nou, dan komt het weer terug. Dus je kunt een verschil zien tussen chronische en acute stress. Tweede is dat je ook, als het stresshormoonsysteem eenmaal uitgeput is, dan is dat niet morgen weer oké? Okay? Dat is ook volgende week niet weer oké. Okay. Dat is iets wat over hele lange termijn, heel sluipend, gaat dat gebeuren. Dat duurt een hele lange tijd voordat het zo is. Maar als het zover is, veert dat niet onmiddellijk terug. Nou, dat noemen we een burn-out. Dat kan maanden en jaren duren voordat het eigenlijk weer een beetje genormaliseerd is. Als je het niet weet en als je er niks aan doet. Ja? Dus het is een momentopname. En die momentopname, of dat nou zo is, dat maakt niet uit. Je kunt uit het verleden verklaren waarom dat zit. Dus wat je altijd erbij moet nemen, is natuurlijk de context. Stel je voor, ik wil kijken of jij een beetje gezond bent. Ik neem een thermometer. Ha, 37 graden.
Nee, niks aan de hand. 38 graden. Oh, je hebt koorts. Nee. Misschien ben je hier hardlopend heen gekomen. Misschien kom je net uit de sauna. Dus die 38 graden, vertel me nog niet wat er aan de hand is. Dan moet ik even luisteren naar de context. Dus als ik zeg van, luister, jouw stressniveau is hoog. Je hebt er net gelegen, heel rustig, niks aan de hand. En toch heb je een hoog stressniveau. Vertel eens, vanmorgen. Ben je misschien op de snelweg toevallig de vangrail ingedrukt net een kwartier geleden? Of heb je net ruzie gemaakt met een parkeerwachter? Of heb je een ruzie thuis? Is er iets wat je dwars zit? Is er iets wat je zorgen baart? Is er iets waar je druk over hebt gemaakt recentelijk? Nee. Ja. Nou, dat tip je trouwens wel iets aan. Wat ik echt onwijs interessant vind, is dat perceived stress, ja, onze gedachten, ja, zijn even grote stressor, is mij geleerd, dan die steen die je misschien op je hoofd krijgt, die je aanziet komen. Gewoon, ja, het denken aan, oh jee, zometeen gooit iemand de steen. Zometeen, maar ook, oh jee, ik ben niet goed genoeg. Of, oh jee, ik ben te dik. Of, ik heb niet genoeg geld. Of, ik ben ongelukkig. Dat je jezelf heel erg in een chronische stress kan praten. Hoe zie jij dat? Absoluut, absoluut waar. Maar niet alleen in die chronische stress. Want kijk nu eens, als jij inderdaad zou hebben over dat de media die ellende over je bord uitstort. Niet alleen maar ook je chronische gevoel van machteloosheid. Als ik daar een dood jongetje op het strand zie liggen wat aangespoeld is. Dan is dat natuurlijk net zo erg als dat je er eigenlijk zo bij staat. Het is niet zo misschien live in color en zo gedetailleerd. Maar uiteindelijk voor jouw gevoel is dat eigenlijk net zo erg. En dat is het gevoel van machteloosheid dat veel mensen ook hebben. Gevoel van onrecht, machteloosheid. Zo zou het niet moeten gaan. Nee, dat klopt helemaal. Dus dat geldt niet alleen voor stress. Dat geldt ook voor angst. Dat geldt ook voor depressies. Ja, nogmaals, die perceptie is onze realiteit. Dus als je denkt dat het stressvol is, is het vaak ook stressvol. Moeten we zeggen dat er nog twee zaken een rol spelen. We hebben een objectieve meting van stress, wat je dus meten met apparatuur. En we hebben de beleving van stress. Nou, er zijn mensen die komen hier en zeggen, Henk, ik ben zo gestrest. Echt waar. Meet me maar. Dat zal wel in de dat klopt, zit in de rode cijfers. Geen probleem. Zeggen maar, ja, komen mensen hier en zeggen, ja, ik voel mij geweldig. Maar ik wil ook even kijken hoe ik ervoor sta. Gewoon even een APK-keuren, niks aan de hand. Maar gewoon om zoveel tijd ga je naar de tandarts toe even voor controle. Prima, niks aan de hand verder. Ja. Allemaal groene cijfers, dan is er niks aan de hand. Dan zijn er mensen die komen en zeggen, Henk, stress komt in mijn woordenboek niet voor. Ik ben de meest gegronde man die je kunt tegenkomen. Ik ben niet uit balans te brengen, ik ben helemaal uitgebalanceerd. Stress, ik zou niet weten wat het is. Hun beleving, dat is hun perceptie. Ze gaan in liggen en alles zit in de rode cijfers. Dan hebben we een probleem. Ja, dat zijn de struisvogels. De mensen die een hele andere. We hebben, onze perceptie kan redelijk zijn, maar onze perceptie is ook vaak vertekend en gekleurd. Nog eens een keer. Denk maar aan dat we denken dat we toch beter auto rijden dan de gemiddelde automobilist. Ja, dat denken we allemaal, hè? Denk omdat onze kinderen net iets beter opgevoed zijn dan toch alle andere kinderen uit de klas of uit de groep of uit het team. Onze perceptie is vaak, ja, nogmaals, wel eens gebiased door allerlei andere programma's die in onze hersenen eigenlijk lopen. Oh ja, dan hebben we nog de mensen die altijd denken dat ze in de rode cijfers zitten en altijd kerngezond eruit komen. Die hypochonders, die altijd denken dat er wat met ze aan de hand is. Die, oh, ik ben gestrest en het gaat echt niet goed met me. Ja, natuurlijk ook een discrepantie. Dus om maar aan te geven dat perceptie niet altijd klopt. Mm. Bovendien, als onze perceptie is van, oh, in de auto, oeh, wacht eens even, hij begint toch een beetje te sputteren. Kijk ook op de benzinemeter, staat hij in de rood. Ja. Maar wij hebben geen dashboard, dus nergens kunnen wij objectief aflezen hoe het met ons staat. Dus dat zijn we alleen afhankelijk van onze perceptie. Een veelgehoorde kreet, je moet luisteren naar je lichaam. Ik wou het zeggen, dat dashboard, dat hebben we volgens mij wel. Alleen, we kunnen niet uitlezen. Dat is het probleem. Je luistert naar je lichaam, maar het lichaam zegt niks. Nou ja, het lichaam mompelt hooguit. We horen het niet. Het geeft wel signalen, maar wij horen dat niet. Of we willen het niet horen, ook dat een keer. Dus we overroelen het. Ja. Ja, we kunnen het niet herkennen, die signalen. Of we kunnen het herkennen. Ik geef het voorbeeld. Jij kent niet het verschil. Je hebt een knetterende hoofdpijn. Is dat nou een migraine? Heb je te weinig koffie gedronken? Of heb je een hersentumor? Dat is toch een essentieel verschil. Jij weet dat niet. Ik als man, gisteren heb ik in de sportschool een beetje benchpress gedaan, een beetje oefeningen gedaan voor mijn borst. En dan sta ik vanmorgen op en ik heb een beetje pijn in de borst. Is dat van de benchpress of heb ik een hartinfarct te pakken? Mm. Ga er maar aan staan. Het lichaam vertelt dat hij pijn in de borst, pijn, borst, pijn, borst, pijn. Dat is het enige wat het vertelt.
Dat is wel een verschil tussen een levensdreigende situatie en iets wat eigenlijk heel normaal is. Het lichaam maakt dat onderscheid niet. Nou, dat is wel essentieel. Dat kan er niet. Dus het luisteren naar je lichaam is maar heel beperkt. Is dat waar. Daar zien mensen ook een burn-out die aankomt. En nou, ik had nooit gedacht dat mij dat zou overkomen. Nee, want het gaat heel gradueel, heel langzamerhand sluipend. Elke dag, je wordt wakker en je bent maar 99% uitgerust. Nou, dan ga je gewoon weer aan de slag. Volgende week ben je nog maar voor 98% uitgerust. Dus je duurt een behoorlijk aantal weken over. Ja, en op een gegeven moment zit je onder de rode streep. En dan denk je, oké, dan begin je het echt een beetje te voelen. Want wat zijn nou signalen? Dat is het punt. Ja, ja, spierpijn. Wie heeft nou niet een spierpijn? Moe. Ja, iedereen is wel eens moe. Ik kom gewoon omdat ik hard gewerkt heb. Dus we hebben ook allerlei mechanismen die ervoor zorgen, belangen met name, om ervoor te zorgen dat we die signalen niet herkennen. Ja. Of moet ik gaan volgende week op vakantie? Ja, ik kan ook niet ziek zijn. Of ik heb een belangrijke presentatie te geven of een project. Ja. Dan is die perceptie heel anders. Die wordt gekleurd door mijn belang. Ja, of als je weet van, dit moet ik even doen, want het draagt bij aan X, Y, Z. Hè. Moet eventjes, de schouders eronder, even doorzetten. Ja, en dat is net waar je het over had. Dat is uit dat moeten, die drijft. En dan, we moeten zoveel dingen ook nog een keer. En dat is vaak zelf opgelegd, niet door andere mensen. Heb je dat zelf ooit ook meegemaakt? Dat je zelf in een burn-out of in een overspanning hebt gezeten? Want je lijkt me iemand die veel interesse, veel bezig. Ik hoorde je ook in andere interviews zeggen, altijd lezen, leren. Weet je wel, gewoon nee, eigenlijk actief? Helemaal nooit. Eén keer was ik op Schiphol, sta ik met een groep atleten. En ik had er één keer een olifant op mijn borst zitten. Een onzichtbare olifant. Ik denk, oh jee. Jouwe, Henk gaat hier dood aan een hartprobleem. Wit, een beetje wit weggetrokken en dergelijke. Nou, ik gelijk tickets ingeleverd naar de VU toe, naar de Verenigde Universiteit en naar de eerste hulp. Oké, even kijken. Nou, alles gecheckt, pilletje onder de tong. Heeft ook veel stress? Nee, want ik heb de leukste job van de wereld. Bij atleet de hele wereld afreizen, hartstikke leuk. En die doen nog allemaal hartstikke goed. Reist u soms veel? Niet meer dan normaal. Ik kom net uit Dromer. Eergisteren was ik in Stockholm. Nu zijn we weg naar Amerika. Oké, meneer. Ik zou het maar eens rustiger aan gaan doen. Dat is de enige keer. Ik denk, oké, dat was leventjes. Dat gewoon onbewust gaat dan, die last gaat een beetje op je drukken. En dan komt dan op je borstkas gaan zitten. Maar zelf had ik het niet door. Omdat ik, dat is het nadeel, omdat het te leuk is. Ja. Dat leuk is. Dus er zijn veel meer mensen die burn-out raken van werk wat ze heel erg leuk vinden. Een hele hebben en houden. Een hele ziel in dat werk storten. Die hebben veel meer de kans om burn-out te raken dan degene die met zo'n gezicht op zijn werk zit eigenlijk. Ja. Waarom? Die met zo'n gezicht op zijn werk zit. Zegt dinsdagmiddag om 4 uur. Nou, nog eventjes mijn vakantiebestemming wat nader bekijken. Of nog even een spelletje spelen. Ik had een tijd terug een meisje in de podcast die fietste de hele wereld over. Ja. Nou, voor heel veel mensen dat de ultieme vrijheid, ze doet precies waar ze zelf zin in heeft. Ja. Ook een burn-out gekregen, ook hartstikke jong. En zegt, maar het gaat om energie mijn energieuitgifte was gewoon te hoog, zo zei ze het zelf ook. Ja. Dat is best wel gek voor mensen, zo van ja, maar je hebt niet al die verplichtingen die ik heb. Je hebt alle vrijheid van de wereld. En want dit, toch. Een verplichting aan jezelf. Dat is ook een verplichting. Ja, ambitieus, gewoon gedreven, gewoon veel willen zien. Ja. Nou ja, dat is veel. Mensen moeten veel, omdat ze ook veel kansen hebben. Mensen zijn ook opgegroeid met kansen, weet je wat. Ja, toen ik jong was, dat is al een hele lange tijd geleden. En mensen denken altijd van, ja, dan gaat hij zeggen dat alles vroeger veel beter was. Nou, vroeger was alles helemaal niet veel beter. Het was allemaal veel slechter eigenlijk nog. Dus dat is helemaal niet zo. Maar ja, je ging niet met het vliegtuig naar Spanje. En je ging niet op schoolreisje naar Berlijn of naar Praag toe. Dan was avifauna was al heel wat. Of dat je naar de dierentuin ging met z'n allen. Of je ging met alle een boottochtje maken op 10 kilometer afstand. Je had veel minder mogelijkheden. Het feit dat je meer mogelijkheden hebt, maakt het ook veel moeilijker om te kiezen. Plus het feit, dat is de keuzestress. Als jij vroeger in het voormalige Oostblok kwam te melden, ging je ergens naar een winkel toe. En dan stond dan moest je even tandpasta halen. Er stond nog 1 tube tandpasta. Er was er ook maar 1, was maar 1 merk. Nou, geen keuzestress hoor, want je had maar 1. Nu heb ik 40 soorten tandpasta. Dus als mijn vrouw zegt, Henk, ga jij eens eventjes tandpasta halen. Je weet wel, die we altijd hebben. Kom ik daar, denk ik, welke hebben we altijd? Maar er zijn 45 soorten tandpasta. De kans dat ik de goede pak is heel klein. De kans dat ik met de verkeerde thuis kom, dus de verkeerde keuze heb gemaakt, stress, die is groot. Ja, nee man, die andere, nou, kan ik weer teruggaan. En ik heb geld uitgegeven voor niks.
Dus hoe meer keuze je hebt, des te meer ook groter de kans dat je de fouten kiest. Of dat je iets mist. Mm. Nog een keer, van ja, iedereen gaat, jij gaat op vakantie naar Ibiza. Nou, er is geen kip te vinden, want iedereen gaat op vakantie naar Mallorca, om het maar te noemen. Nou, heb je weer gemist. Dan lees je op Facebook dan dat soort dingen. Dus jouw verkeerde keuze wordt je ook nog een keer ingevreven. Als je van denkt, oh shit, heb ik dat gemist. Ik ga niet naar een feestje. Oh Henk, we hebben het geweldig. Dit is een leuk feest, maar het is het feest van je leven. Je hebt wat gemist. Ja, heb ik dan weer. Ja. Nou, ja. Het gewone leven, zoals je dat aan ons toont, deze nare. Ja. Mark, net voordat we begonnen, had je het even over doelstellingen. Ik vertelde over leiderschap, wat bij jou iets triggerde. Dat je zei, ambities, doelen, ik vind het allemaal maar gevaarlijk. Nou ja, er zit een risico aan. We vergeten veel dat ambities en ook leiderschap en doelen stellen en enorme drive hebben, daar zit ook een flipside aan. En dat hoor je eigenlijk nooit. Dat is het probleem een beetje. Net als bijvoorbeeld met burn-out. Oh, je hebt een burn-out, jij moet dus wat meer gaan sporten, mannetje. Kun je je voorstellen hoe hard je gaat rijden? Want met sporten geef je energie uit, als je sport. Dan moet je lichaam aanpassen. En dat aanpassen, dat herstel, kost ook energie. Ja, als jij met een lege tank zit, waar haal je die energie vandaan? Dus mensen die nog maar een paar druppels in die tank hebben, die anders nog net de benzinepomp gehaald zouden hebben, ja, die druk je nu eventjes de vluchtstrook op. Mm. Want dat is niet een medicijn. Sporten op bewegen is niet een medicijn wat helpt tegen depressies en osteoporose en hart- en vaatandoeningen en preventie van burn-out. Het is allemaal geweldig om te sporten. Nee, sporten is gewoon een medicijn. En elk medicijn is er ook bij. Je kunt er ook geblesseerd van raken. Je kunt ook oververmoeid raken. Je kunt ook overtraind raken. Vraag het aan de gemiddelde sporter. Dus het is niet zo, te vaak hoor je, of te weinig vaak hoor je de negatieve kant van al die dingen die als positief worden. Het beste uit jezelf halen. Hoe weet ik nou wat het beste is? Hoe weet ik het of ik het eruit heb gehaald? En als het niet is gelukt, dan heb ik blijkbaar niet echt, moet ik nog maar een beetje meer mijn best doen. Dat zie je ook bij sporters die trainen zoveel keer in de week en dan presteren ze niet voldoende. En dan gaan ze, het eerste wat ze doen, nog meer trainen. Want ik heb blijkbaar niet voldoende gedaan. Nou, doe eens wat minder, misschien helpt dat ook. Dus hier zit wel een beetje een probleempje. Zelden hoor dat ambitie. Mensen zijn tomeloze ambitie, maar ze hebben ook de energie om daarmee om te gaan. Ze zijn hele robuuste mensen, hebben bars die rijden graag plankgas, maar ze hebben ook een joekel van een benzinetank. En dan zijn mensen, weet je wat, jij moet wat meer gas geven, je moet het wat. Oké, maar die mensen hebben zo'n klein tankje. Ja, die komen tot de hoek van de straat plankgas en dan is een tankje leeg. Ja. Is dat genetisch bepaald, denk jij? Of kunnen we dat, is dat trainbaar? Ja, hele goede vraag. Hele goede vraag. Mooi. Ja, voor een gedeelte is dat genetisch bepaald. Hè, door de genen die bijvoorbeeld je stresshormonen bepalen. En enzymen die stresshormonen bepalen. Dus ja, dat herken je ook wel. Je hebt robuuste families waar iedereen heel lang leeft, zelden ziek is, die nooit ziek zijn. Die ook op de middelbare school, op de lagere school, die kinderen die zijn altijd zitten niet in de klas. En zijn kinderen en families die. Het is maar een griepje en zij hebben het natuurlijk en die kinderen blijven een paar dagen van school. En ja, dus fragiele en robuuste mensen, niet in lichamelijke zin, maar in zin van resources, ja. van vitaliteit eigenlijk. Dat is voor een gedeelte is dat genetisch bepaald, maar het is ook heel goed, ik zei niet maakbaar, maar veranderbaar door bijvoorbeeld opvoeding. Hoe ben je opgevoed? Je kunt wel de goede genen hebben, maar als je slechte opvoeding hebt, dan gaat dat nog niet lukken. Door opleiding. En in de sport praten we bijvoorbeeld over trainen. Je kunt een heleboel dingen zijn wel manipuleerbaar in ieder geval. Of maakbaar in die zin. Niet alles is maakbaar. En ja, hoe meer we eigenlijk weten, des te meer we eigenlijk aan de ene kant beseffen dat genetisch ook heel belangrijk is. Aan de andere kant beseffen we ook dat de dingen wel meer maakbaar zijn dan anderen. Maar het is niet extreem dat alles maakbaar is. Of dat alles kun je, oh ja, maar. Ja, ik ben helemaal lui van aard, dat is gewoon genetisch. Mijn ouders waren ook aardslui. Nou, dat is ook weer niet zo. Ja, dan zit je ook weer met, wat zeg je tegen jezelf en hoe programmeer je jezelf? Natuurlijk. Je dat, ja, maar zelfs dat, wat jij zegt, je self-talk, dus dat stemmetje in je hoofd, dat is ergens geprogrammeerd. En vaak zijn je ouders dat die zeggen van, hey, kom op, je best doen. Niet opgeven, altijd het beste uit jezelf halen. Altijd eerlijk zijn tegen mensen, altijd netjes zijn tegen mensen. Altijd met twee woorden spreken. Ja, en dat heeft. Ja, tot 80 jaar na die tijd, weer klinkt dat nog in jouw hoofd eigenlijk, wat je destijds als kind geleerd hebt. Dan ben je heel, heel kwetsbaar voor en heel gevoelig voor alle input nog eens een keer. Dus alles wat je ouders je verteld hebben, dat kan nog steeds een rol spelen in positieve zin. Dat je goed opgevoed bent en dat je ouders hebben geleerd om niet bij de pakken neer te gaan zitten.
Ook in negatieve zin, nog een keer. Mm. Om het altijd maar door te gaan. Ja, niet opgeven, niet zeuren. Nooit opgeven, altijd maar weer gevallen zijn en opstaan en weer doorlopen. Ja, dat zou best zijn, maar soms werkt het tegen je, klaar. Maar dat stem in je hoofd, dat zegt gewoon dat jij moet opstaan en gewoon weer doorlopen, ja. En soms is dat gewoon niet haalbaar, klaar. Want een aantal dingen zijn ook veranderd. Niet in binnen een generatie of binnen een aantal generaties. Wat vind je, zeg maar, die negatieve kanten van het, het beste uit jezelf halen? Of je mooiste leven leven, was natuurlijk nu ook heel erg zo'n catchphrase. Ja. Ik weet niet, ken jij mensen als Tony Robbins? Sorry? Tony Robbins, zegt je dat wat? Ja, zeker. Wat vind je daarvan? Ik was waarschijnlijk een van de eerste die zijn boeken had. En, hoeveel succes heeft hij gehad? Ja, gigantisch, nog steeds. Ja, hij. Ja. Ja. Oh, maar of het werkt bedoel je? Hoeveel mensen zijn Tony Robbins geworden uiteindelijk? De meeste zijn. We hebben in Nederland hebben we hem ook gehad. Hoe heet hij? Onze pannenkoekenbakker. Je kent hem wel. Chaka. Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Nummer 1. Hoe goed heeft hij het zelf gedaan? Als er één man is die van zijn leven wel een puinhoop gemaakt, is hij het wel. Ja, ik hou het allemaal niet bij, dus ik moet heel even bekennen dat ik dat niet weet. Nou, sla gewoon een roddelblad open en hij staat erin met allerlei ellende. Dus dat is nummer 1. Nummer 2, wat is het? Is het heel makkelijk om mensen een motivatieboost te geven. Mm-hmm. Als trainer doe je dat ook, een motivatieboost. Maar doe je het elke dag. Over 12 jaar lang doe je dat, een motivatie. Dat is meer dan een motivatieboost. Stel je voor, je zegt, tjaka, we gaan het doen. Man, weet je wat, verwen je vrouw. Morgenochtend ga je naar de bloemist toe en koop daar een grote bos rozen voor je vrouw. Zeg, ik hou van je. Oké, nou goed, en dan ga je naar de... tjaka, ik ga het doen, echt mevrouw, ik ga hier aan niet voldoen. Je gaat naar die bloemist toe en zegt, nou, ik wil een grote bos, nou, doe maar rozen. Goed, hoeveel mag je doen, weet je wat? Nou, denk nog even, doe maar 50 rozen. Die man kijkt al enigszins verwonderd. De bloemist kijkt enigszins verwonderd en zegt, nou, ja, goed. En wat kost ze eigenlijk? Zijn 3,50 euro per stuk. Oh, shit. Zoveel geld heb ik niet eens op zak, man. Doet het maar gewoon 10 dan. Ja. En dan kom je thuis met gewoon een bos van 10 euro. Weet je wat, je verdient het. Jij moet gewoon naar je baas toe met een vuist op tafel slagen. Baas, ik heb zo hard gewerkt voor jou. Ik wil gewoon opslag. Nou, dan denk je, goddorie, ik ga het nog echt doen. En dan loop je die gang in naar je baas toe. En dan wil je eigenlijk op zijn deurtje kloppen. En dan hoor je die baas daar tekeer gaan tegen een andere werknemer. En dan denk je, nou, misschien niet het juiste moment. En dat dan nog één keer. Ja, en dat is dan die maandag. En dan donderdag zit je gewoon weer achter je pc gewoon je werk te doen. En is dat hele idee vergeten. Dat is gewoon een tijdelijke motivatieboost. Die kan jou hier gewoon hier door het raam laten springen. Dat is een probleem niet. Vraag is, wie schiet daar wat mee op? Ja, in ieder geval de man die het glas weer komt brengen. Maar jij waarschijnlijk niet. Dat lukt me wel. Ik heb mensen de gekste dingen laten doen, echt waar. Gewoon om te laten zien, om een grens te verleggen eventjes. Mm. Maar dat moet wel volgehouden, want het moet niet zijn dat het maandag weer afgelopen is. Daarom ben je een trainer en ben ik er zoveel contacturen. Zorg ervoor dat het duurzaam in je hersenen zit. Eén keer naar Tony Robbins of één keer naar meneer Chaka luisteren. Ja, dat is... Je hebt een systeem nodig. Of dat nou een externe coach is die je eraan herinnert. Ja. Het moet bevestigd worden. Het moet transfer zijn in het dagelijkse leven, dat is nummer 1. Dus we kunnen met z'n allen gaan bungee jumpen of gaan upseilen in de Ardennen. Als teambuilding aan dit. Maar als er geen transfer is, zit maandag gewoon iedereen weer van... alsof er niks gebeurd is. Dus er is geen transfer. En er wordt niet duurzaam bevestigd. Dus dat moet herhaald worden. Je hebt ook niet in één keer leren zwemmen of autorijden. Dat doe je niet in één keer. Als je iets wil veranderen of wil trainen of iets wil leren, dan moet je dat herhalen. Nou ja, weet je wat? Malcolm Gladwell spreekt over 10.000 uur om iets te masteren. Ja. Nou, wacht even. Hoe kun jij dan een leider worden, een leiderschapcursus doen, van 10 uur of 100 uur? Je hebt al 10.000 uur nodig. Dat klopt niet helemaal of klopt eigenlijk helemaal niet. Maar laat het even aannemen dat daar een kern van waarheid in zit. Dan heb je 10.000 uur om iets te masteren. We vinden als trainers vaak dat onze sporters 10.000 uur moeten besteden op het sportveld of in het zwembad. Maar wij als trainers
vinden niet dat hij aan die 10.000... Toch vinden wij dat wij echt de masters zijn. En dan zij eigenlijk een stelletje amateurs. Klopt dat niet? Is daar een update van die, dat getal? Ja, dat klopt helemaal niet. Dat is ook nergens op gebaseerd. Daarboven, dat is het nadeel van popularisering van wetenschap. Dat is een onderzoek van Anderson. Anderson beweert bijvoorbeeld dat Mozart heel veel uren achter de piano heeft gezeten, ongetwijfeld waar was. Maar Mozart was een wonderkind wat op zijn vijfde al dingen speelde waar anderen op een vijfde nog niet aan toekomen. Dus dat was gewoon, hij zegt dat hij nooit talent heeft, hij ontkent gewoon dat er sprake is van talent. Nou, dan heb je niet langer in de sport rondgekeken, heb je alleen maar in de collegezaal rondgekeken. Heb je niet op de sportvelden rondgekeken of in geluisterd naar iemand die autistisch is. En die bijvoorbeeld een stukje piano speelt, die iemand die niet kan lezen, die piano speelt en die gewoon alles naspeelt wat jij speelt, vlekkeloos. Ja, dan moet er toch iets meer zijn dan alleen maar die 10.000 uur. Dus in de sportwereld weten we zeker dat niet zo is. Bovendien, als je ergens goed voor bent, is dat makkelijker om al talent voor hebt, is dat makkelijker om 10.000 uur vol te maken, iets waar je goed in bent, dan dat je echt een kruk bent en denk, nou goed, ik ben een kruk, maar na 10.000 uur dan heb ik het wel gered. Ja, en na 3 jaar ben je nog nergens, lijkt je pianospel nog nergens op. Dan haal je gewoon die 10.000 uur niet. Dus het begint ook met talent, want talent bepaalt ook heel veel je motivatie. Als je heel goed bent in de sport, dan is het leuker om te sporten dan dat je helemaal niet en altijd achteraan komt bungelen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo leuk, want altijd over de bal heen trapt. Ondanks dan haal je die 10.000 uur echt niet. Plus het feit dat natuurlijk de trainer niks uitmaakt. Of je 10.000 uur les krijgt van een master, of 10.000 uur, laat ik zeggen, je partner of je vader je gaat trainen, die je eigenlijk van toeten op blazen weet. Natuurlijk maakt de kwaliteit van de trainer maakt natuurlijk ook uit of je de top gaat halen of niet. Al was het alleen maar vanwege dat motivatie-effect. Ja. Dus de eenmalige motivatieboost is leuke entertainment, maar niet meer dan dat. Ja. Ik heb niemand gezien die nu absoluut is doorgestoten dankzij Tony Robbins of dankzij, de naam is ontschoten, de vuurloper van de Chaka. Nee, door het vuur laten lopen kan iedereen. Maar het is een metafoor, niet meer dan dat. Ik kan je ook laten bungee jumpen en dingen laten doen waarvan je... Nou, ik denk wel dat je mensen even hun perspectief kan wisselen. Hè? Als iemand helemaal vastzit in een bepaalde manier van kijken. Ja. Oh, het kan ook op die manier. Ja. Maar dat is niet genoeg. Dat is gewoon een eerste stap. Ja. En het zal ook niet voor iedereen geschikt zijn. Ja. Misschien is het dat. Het is even een soort van wake-up call kan het zijn voor iemand. Maar je, nogmaals, dat zeg je ook. Je hebt daarna een systeem nodig. Een systematiek. Een heel goed. Wake-up call. Ja, toch? Maar die moet je elke morgen hebben. Ja. Of je hebt hem niet nodig. Of je hebt hem elke morgen nodig. Ja, het kan niet zijn dat je één keer een wake-up call nodig hebt. Nou, weet je, dat is een mooie metafoor wel. Nou, ik denk wat je niet weet, mm-hmm. weet je niet. Dus het... jij kan mij nu iets vertellen wat ik nog niet wist, mm-hmm. waardoor mijn perspectief verandert en mijn visie verder, of mijn wereldbeeld verder wordt ingekleurd. Denk ik, oh, nu dit stukje op zijn plek valt erbij, ga ik misschien eens actie ondernemen. Voorbeeldje, mijn laatste grote, ik heb dat vaak met als ik boeken lees. Ja. Ik heb nu 1 boek waarbij ik het heel erg had. Het heet de Dorito Effect. Het gaat over de smaak. Ja. En over kunstmatige smaakstoffen. Ja, toevoeging ja. van voedsel. Hoe dat is ontstaan. Op de Dorito chipje. Ja, uiteindelijk ja. smaakt dat naar niks. Dat is gewoon gebakken tortilla volgens mij. Ja, ja. Nou, doe je wat geurkleur en smaakstof overheen. En in één keer denk je dat je tomaat met kaas aan het eten bent. Ja, dus je houdt je lichaam voor de gek. Ja, dus, ja, en denk ik, oh, maar nu ik dit weet, nu ik dit snap, nu ik die eye-opener heb gehad, ga ik mij aanpassen. Ja. Ik ben nu het tweede boek wat ook dat effect op mij heeft. Dus dat 10% human. Dus het gaat over ons microbioom. Dus dat wij eigenlijk van elke 1 menselijke cel die wij meenemen, nemen we ook 9 niet-menselijke cellen mee. Bacteriën, schimmels, et cetera. Ja. Ja. En die bepalen ook ons gedrag en onze behoeftes en onze gedachten. En hoe we ons voelen, hoe we kijken. Ja, voor een deel. In Amerika krijg je ongetwijfeld binnenkort dat iemand een moord pleegt en zegt, ik ben niet de schuld, dat is mijn bacteriën. Mijn microbioom heeft het me verteld. Dan ga je mijn brug te ver. Ik ben het heel met je eens. Ja, maar...
Dat betekent dat we eigenlijk aan de ene... Sorry, schat, het was ik niet. Ik hoorde hier alle kleine stemmetjes in mijn hoofd. Ja. Ik kwam een microbioompje. Nou, ze worden wel een beetje gebracht dat het je smaak beïnvloedt en je cravings. Natuurlijk, jij bent de je kan het overroelen. Ja. Maar dat wil zeggen dat je urges hebt. Dat je voelt zin in een bepaalde voeding omdat je bepaalde schimmels in je buik hebt, bijvoorbeeld. Oh ja, natuurlijk. Heel veel dingen zijn eigenlijk waarvan we... Ons tot voor kort eigenlijk, waren we ons helemaal niet bewust van de microbe. Het waren gewoon die rare darmbacteriën die helemaal vitamines opnamen. Of zorgen dat voedingsstoffen doorkwamen. En verder is eigenlijk geen functie. We weten dat het eigenlijk veel belangrijker is. En veel gevoeliger ook is voor allerlei invloeden nog eens een keer. Voor antibiotica, maar ook voor wat je eet en wat je drinkt. En dat het ook jou weer voor een gedeelte in ieder geval bepaalt. Maar laten we geen slaaf zijn van het microbioom in ieder geval. Nou, want we zijn al slaaf van de technologie. Ja. Wie zijn wij dan nog? Nou, ja, zijn wij, nou, maar wij zijn slimmer dan die microbiomen, geloof me. Ja. Wij zijn een stuk slimmer nog dan die microbiomen. Ja. Maar daar is er ook geen ene stropdas en een smartphone in de hand. Weet je niet, ja, wie weet. Zullen we ooit microscopen kunnen maken die zover kunnen inzoomen? Ja. Ja. Ik hoorde dat jij 4 boeken aan het schrijven bent. Je hebt natuurlijk al een boek geschreven. Oh. Vertel. Ja, nou was ik hoorde ook iets over dat focus heel belangrijk is. Ja, dus, nee. Ik denk dat je energie en resources... Er zijn momenten waarop je moet zijn als een laserpointer. Ik weet wat, dat wil ik jou uitleggen. Dus ik kijk daar maar even, heb ik hem een zaklamp? Nou, dan denk je, ja, waar schijnt hij nou eigenlijk op? Hij schijnt op het schilderij, hij schijnt op stopcontact. Ja, die zaklamp gaat hem niet vullen. Dat moet ik met de laserpointer, zo'n klein rood puntje. Pam, als een laser, heel gefocust. Dan weet ik wat ik wil, daar ga ik heen. Nu kom ik s'avonds thuis en ik laat mijn sleutels vallen vlak voor de deur. En er is de lamp is net kapot. Heb ik dan liever een laserpointer of een zaklamp? Nou, dan heb ik liever een zaklamp. Als ik het niet weet, heb ik liever een zaklamp. Als ik zoeken doe ik liever met een zaklamp dan met een laserpointer. Nou, en dus denk ik dat mensen met kwaliteit kunnen heel snel schakelen van focus, absolute focus, tot breed perspectief. Gewoon... wijde blik hebben en open mind hebben tot focus. En de beste mensen kunnen het heel snel. De mensen die succesvol zijn, kunnen heel snel wisselen van zaklamp naar laser en van laser weer naar zaklamp. En er zijn mensen altijd zeer gefocust, alleen die hebben nooit oog voor wat er daar buiten gebeurt. Die zien daar eigenlijk niks. Ze zijn altijd op het rode puntje daar en zien daar buiten zien ze helemaal niks. Mensen hebben een hele brede blik, maar gaan gewoon nergens heen. Omdat ze het einde niet weten waar ze heen gaan en wat ze zoeken. Daar geven we eigenlijk geen richting eraan. Dus ik denk dat je allebei moet kunnen. Dat is ook weer de homo universalis die inderdaad niet smal of eng georiënteerd, maar eigenlijk heel breed georiënteerd is. Maar ook weer van alle onderwerpen voldoende diepgang heeft om daar iets over mee te kunnen praten, om daar iets zinvols te vertellen. Dus niet oppervlakkig alles weten, maar ook een behoorlijke diepgang overal in hebben. Ja. Nou, dat is misschien ook wel de reden voor mij om deze podcast te doen, besef ik me ineens. Dat breed genoeg ontwikkeld zijn om met verschillende groepen mensen te kunnen praten. Ja. En nog wel interessante vragen te kunnen stellen. En ook wat te kunnen leren. Maar ik hoef niet helemaal de expert te zijn van burn-out of stress of training. Nee. Maar wel genoeg dat ik wel echt weet waar het over gaat. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar ik vind het als een hele mooie vergelijking. Dat die laserpointer en die zaklamp, als het gaat om focus. Ik ga die onthouden. Oké. Okay. Ja. Er zijn dingen die gewoon al werkend een beetje een metafoor. Ik werk graag met metafoor. De ene persoon heeft graag dat je dingen heel concreet, cijfermatig, rationeel uitlegt. Met grafieken en tabellen. En de ander heeft graag een metafoor. De mensen als auto heb ik net al genoemd. Of de zaklamp. Ja, en die snappen dat veel beter. Het hangt af van welke hersenhelft domineert eigenlijk. Link of rechter hersenhelft, moet ik zeggen. Ja. Ja. En je zit in de transformatieacademie. Wat betekent het woord transformatie voor jou? Of hoe zie jij dat? Wat is transformatie? Transformatie is eigenlijk zo normaal voor mij dat het eigenlijk bijna betekenisloos is. Mm. Omdat het eigenlijk voor transformatie, dat is een van de weinige zekerheden. Transformatie is eigenlijk een verandering. En die verandering is eigenlijk, nou ja, we hebben allerlei natuurlijke veranderingen. Dus een van de veranderingen die terugkomt is een dag- en nachtritme, een maandritme, een jaarritme. Alle jaargetijden zijn gewoon het transformatie van zomer en herfst, van herfst weer en winter. Dat is eigenlijk wel normaal. Het komt ook steeds weer terug, hè, die cycli. Dan heb je gewoon de transformatie die eigenlijk acyclisch is of eigenlijk eenmaal. Dat is gewoon je eigen levenscyclus. Die begint van baby tot aan grijsaard en dan eigenlijk neem je afscheid van dit aardse leven.
Ja, dat is eigenlijk een grote aaneenschakeling van transformaties. Van baby tot peuter, van peuter tot kleuter, tot het kind tot aan de adolescenten, de puber, de adolescenten, voor jongvolwassenen, volwassenen. Nou, noem maar op. Dat zijn allemaal transformaties. Daarnaast heb je gewoon de transformaties in je carrière, in je werkleven eigenlijk nog eens een keer. Ja, en dan laat ik hem anders stellen ook. Want je zei van een stukje maakbaarheid is niet helemaal. We kunnen misschien sturen, ja, maar niet maken. Je zei het voor de grap van ik kan geen sumo-worstelaar, mezelf, ja, geen sumo-worstelaar maken. Ja. Kunnen wij dan ook wel veranderen? Stel dat iemand hier komt en nou, ja, je ziet een bepaald patroon bij iemand, een bepaalde levensstijl. En zegt, nou, metertjes staan in het rood, ik wil veranderen. Ja. Dit is wat ik wil aanpassen. Ja. Kunnen we dat? In ieder geval tijdelijk kunnen we dat. We kunnen in ieder geval tijdelijk veranderen, maar eerst een natuurlijke voorkeur ergens voor. Je hebt ochtendmensen en avondmensen. Nou, mensen zijn 's ochtends springen ze uit bed en zijn gelijk wakker, zijn niet chagrijnig, bam, we gaan aan het werk. Maar ja, tegen een uur of vier, dan hebben ze het wel zo'n beetje en gaan ze nou om 8 uur niet meer lastigvallen met een klusje, want dan zijn ze half in slaap. Dan heb je avondmensen. Ja, die mensen staan wat moeilijk op, een beetje later ook, vaak hè, de wat zuidelijke landen, mediterrane landen. Dan staan we het later op en dan, dan worden ze een beetje wakker zo tegen de lunch. En dan 's middags bloeien ze een beetje op. En dan 's avonds, nou, dan is het bam, veel energie. En dan gaan ze om 8 uur of 9 uur 's avonds gaan ze aan tafel en blijven tot 12 uur aan tafel zitten. Nou, dat komt ook voor een gedeelte door de cultuur en door de geografische ligging. En kun je dat veranderen? Nou ja, dat is in de sport is dat heel gemakkelijk om te meten. Want je hebt bijvoorbeeld wedstrijden, Olympische Spelen. En dan moet je 's morgens om 10 uur... moet je al je kwalificeren voor die finale van de Olympische Spelen. Nou, als jij een avondtype bent, dan ben je om 10 uur nog niet wakker. Kun je dat veranderen? Ja, tijdelijk. Dan kun je echt opstaan om 5 uur, om 6 uur, dan doen we dat, 5 uur, 6 uur opstaan. In plaats van om 9 uur opstaan. Dan ga je opstaan een aantal weken lang voor de Olympische Spelen. En dan lijkt het alsof je een ochtendtype bent. Nee, je kunt dan ochtend kun je dan goed presteren, maar je bent nooit een ochtendtype. Dat blijft gewoon in jouw biologische klok, hè, die klok die waarvan we denken dat die 24 uur is, maar die is geen 24 uur, kan 23 of 25 uur zijn. Moet elke keer wordt hier bijgezet door de stand van de zon, door licht eigenlijk. Kun je dat tijdelijk veranderen, maar je valt vaak toch weer terug in die voorkeur die je hebt voor bepaalde dingen. Nou, mensen die rechtshandig schrijven, kun je ook linkshandig laten schrijven. Dat is het probleem niet. Is het ook met bijvoorbeeld ons lichaamsgewicht, dat hele setpoint-idee? Ja. Kunnen we dat dan veranderen, ons set point? Hè? Dus ja, degene die niet weten, het natuurlijk gewicht dat we altijd weer een beetje naartoe terugneigen. Vaak zie je dat mensen, hè, wat je echt tijdelijk aanpassen, dus die wel wat afvallen, maar dan weer terugkomen, ja, naar waar ze waren. Ja, nou, er zijn verschillende set points. Eén set point voor eigenlijk het totale gewicht, maar ook een set point voor vet is er, voor vetcellen. Er is een set point voor koolhydraten. En zo zijn er echt wel verschillende setpoints die elkaar met elkaar opgeteld eigenlijk zorgen voor je lichaamsgewicht te schommelen. Nou ja, dat kun je veranderen. Dat kun je blijvend veranderen? Dat is een grote vraag. Eén ding die het verandert is bijvoorbeeld gaan roken. Door roken verlaag je setpoint. Is dat zo? Ja, stop maar eens met roken. Dan merk je het onmiddellijk. Tijdelijk? Nou, nee, op het moment dat jij altijd gerookt hebt. Ooit rookte je niet. Precies. Precies. Maar toen was je ook nog jong. Toen was je misschien nog zo oud. Ja. Nu speelden andere zaken nog eens een keer een rol. Ja, dus het setpoint. Ik denk wel dat je dat setpoint kunt veranderen. Maar dat kost heel wat werk. Want dat setpoint is er niet voor niks. Is dat niet voor niks? Je thermostaat op 18 graden. Als je thermostaat op 80 graden staat, dan brandt het pand af. Je thermostaat op min 10, dan hebben we er hier een vrieskist van gemaakt. Nou, ergens voelt de mens zich ergens behagelijk tussen de buitentemperatuur van 18 graden. Je huid is dan nog altijd 30 graden. Maar 18 graden, 20 graden voelen we ons behagelijk. Dat setpoint is er niet voor niets. Dat is iets waar wij een bepaalde. Ja, de een heeft een setpoint van 100 kilo en de ander heeft een setpoint van 60 kilo. En de meeste van ons ergens tussen de, ja, ik zeg, de mannen hier wel tussen de 70 en de 90 kilo. Dat is wel de meerderheid. Maar er zijn mensen van wie dat setpoint afwijkend is. Dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met je hormoonsysteem, met je schildklier die je setpoint bepaalt. Heb je meer schildklier, dan gaat je setpoint naar beneden. En dan heb je moeite om aan te komen. Dan heeft het altijd een neiging om omlaag te gaan. Dan word je heel mager. Mensen met te weinig schildklierhormoon, die hebben een neiging om heel snel de neiging om aan te komen. Dat setpoint ligt eigenlijk heel hoog. Dus er zijn allerlei invloeden op die verschillende setpoints nog eens een keer. Dat is best een behoorlijke klus om daaraan te sleutelen. Ja, er wordt vaak heel makkelijk over. Dan eet je toch minder en dan beweeg je toch wat meer. Ja. Maar volgens mij zijn er nog veel meer
Nou, dan wil je niet eens over de emotionele componenten gehad. Hè? Mensen vasthouden aan een bepaald, ja. Ja, bepaald gewicht bijvoorbeeld. Nou, eten aan uit emotie of comfort food. Hè? Dat is wel een belangrijke rol ook nog eens een keer. Dat zie je ook eigenlijk steeds meer. En daar komt ook mensen zeggen maar, je bent een beetje cynisch over happiness. Ten slotte zijn we als Nederlanders na Bhutan en Denemarken het een van de gelukkigste volkeren ter wereld. Dan zeg je, ja, ga maar na. 17 miljoen inwoners, 800.000 alcoholisten, 1 miljoen Nederlanders gebruikt slaapmiddelen, 1 miljoen Nederlanders gebruikt daarnaast antidepressiva, 1 miljoen Nederlanders rookt een joint om zijn onbehagen wat te dempen, 1 miljoen Nederlanders slikt, spuit of snuift cocaïne of heroïne of heeft ecstasy daarvoor nodig. Dan hebben we nog 1 miljoen Nederlanders die lopen, fietsen, zwemmen, fitnessen hun onbehagen weg. Dan hebben we nog 1 miljoen Nederlanders die eten hun onbehagen weg. Ja, geen wonder dat wij zo'n happy volkje zijn. Dat is dus helemaal niet zo. We zijn alleen in staat om dankzij weer de technologie of onze kennis, onze aanpassing mogen, om manieren te vinden, externe manieren om ons onbehagen te dempen. Dat is eigenlijk alles. Want wat zou er gebeuren als je dat allemaal niet zou doen? We hebben het blijkbaar nodig, want anders doe je dat niet. Dus we hebben manieren gevonden om het onbehagen weg te gaan. We zijn niet zo happy, intern zijn we niet happy. Want dan hadden we geen drank nodig om happy te zijn. Dan hebben we niet een joint roken om een beetje af te koelen. Wat me daarbij te binnen schiet, is dat... ja, eens. Het is volgens mij ook echt wel een manier om weg te drukken, om te verdoven. Of kun je een andere reden bedenken? Nee, maar wij zijn we niet als mens ook gewoon wij zijn ook gewoon gemaakt voor plezier. En er is een soort van ook de balans tussen ontspanning of inspanning en ontspanning. Ja. Tussen moeilijke dingen doen, maar ook genieten. Absoluut. En ik zeg niet dat je dan een hele taart moet eten en 2 joints moet roken. En weet je, dat je het over de top of dat je ervan afhankelijk moet zijn. Ja. Maar wij zijn wel duidelijk, wij zijn wel pleasure monkeys. Ja, om toch hedonisten. Even bij de apen te blijven. Hedonisten. We doen gewoon dingen omdat we het leuk vinden. Ik ben de laatste die er niet eentje is. Absoluut waar. Ja. Ja, nee, absoluut waar. Ja. Wij streven naar eigenlijk genot, hedonisme. En we proberen gaan ook behoorlijk ver om onbehagen te vermijden. Zoals het spuiten van heroïne of het slikken van... Volgens mij zelfs, als we te weinig hedonistische ervaringen hebben, te weinig extase, te weinig niet in flow komen. Kijk, een sporter is denk ik wel anders. De sporten en in flow, dat wordt vaak ook wel... Volgens mij was het voor het eerst zelfs in een sport ook gezien. Ja. Maar als je dat nooit hebt... Ja. Er zijn mensen die zeggen van... ik weet even de naam van die boekschrijver niet meer... Zij maken een extasekalender voor jezelf. Om te zorgen dat je elke maand, en elk kwartaal, en elk half jaar en elk jaar... een oplopende grootte, wat het dan voor jou ook is... maar plan tijd in voor een extatisch moment. Of het nou een avond dansen is. Of nou, weet je wel, gewoon... Want we hebben het nodig om in balans te komen. Ja, ik zou het niet eens extase willen noemen. Ik zou niet, want dan klinkt er weer zo hoog dat je denkt dat is onbereikbaar. Ja, ecstasis. Maar dat is misschien ook niet helemaal vanuit Engels goed naar Nederlands vertaald. Precies. Maar doe iets waar je echt tot op het bot van geniet. Ja. Doe iets waar je echt energie van krijgt. Doe iets, maar ga dat niet alleen doen. Als dat het enige is wat je doet, dan wat doe je dan die andere tijd nog? Of heb je dan nog tijd om andere dingen te doen? Dus het gaat najagen van hedonisme, van kortdurende, laat ik zeggen, dopamine kicks of endorfine kicks. Ja, nou dat moet je ook bewaren als een snoepje. Maar wil ook aan, dat snoepje is wel zo lekker. En kinderen, dat is één snoepje niet genoeg. Ze weten waar het snoeptrommeltje staat en ze weten waar het koektrommeltje zijn. We willen gewoon dat hele... Maar wat gebeurt er als het hele koekblikje leeg heet? Ja, dan krijg je buikpijn. Dat is klaar. Ik moet de hele tijd schieten. Iets wat laatst ook dat is blijkbaar een boeddhistisch ding. Not too tight, not too loose. Hey, geweldig. Ja. Maar dat is met alles. En ook een paar andere dingen waar we het straks over hadden. Denk je, het is continu die balans van absoluut. Inspanning, ontspanning. Als ik een presentatie heb, een beetje coach is een evenwichtskunstenaar. Ik laat ook altijd zien, iemand op een slappe koord met zo'n lange staken in zijn handen. Zou ik balanceren tussen training en rusten. Tussen aerobe training en anaerobe training. Tussen techniek en conditie. Eigenlijk zit overal evenwicht. Maar dat kun je ook doortrekken naar het dagelijks leven. Heel veel dingen liggen eigenlijk... We hebben een hekel aan. We hebben een hekel aan. En dus, dat is dat dualistisch in de mens. Dat is die paradox ook. Kijk, vandaag de dag
Ik heb al gezegd, zijn 45 soorten tandpasta. We hebben alle keuzes van de wereld. Dan rijden wij hier 's morgens het dorp in naar kantoor. En dan zie je meisjes van de middelbare school, ook jongens eigenlijk, maar meisjes nog en het iets erger. Zie je dan. En er zijn vandaag de dag, wij hebben de keuze uit 2 fietsen, geloof ik, een Batavus en een Gazelle of zo. En deze kinderen hebben de keuze uit 300 modellen fietsen. En die hebben keuze om alles te doen wat ze willen. Zoveel keuzes. Al wist maar op het internet gaan kijken, miljoenen keuzes. Maar allemaal rijden ze op dezelfde oma fiets, met hetzelfde kratje voorop, hebben hetzelfde jasje aan. Allemaal hetzelfde gekleed. En over 3 maanden is dat net weer even, is die kleding net weer wat anders. Aan de ene kant hebben we zoveel kans om die zelfexpressie en zelfvereniging en onszelf te zijn en wat wij leuk vinden. Aan de andere kant zijn we gewoon echt ongelooflijke schapen, ongelooflijke conformisten. Die eigenlijk heel erg vinden om er niet bij te horen. Om iets anders te doen dan andere mensen. Dat is een mooie paradox. Ik zie meteen zo'n mooie curve die ik heb psychologie gestudeerd. Daar ging het ook over bij een groep willen horen en zelfexpressie. Dat je. Ja. Dat is een bepaalde. Iedereen wil uniek zijn. Ja. En wel bijzonder zijn, maar we willen ook heel graag ergens bij horen. Precies. Dus je kan niet te grote eenheidsworst zijn, maar je kan ook niet te uniek zijn. Precies. Ja, prachtig. Dat is ook not too tight, not too loose. Dat vind je eigenlijk overal weer terug. Toch goed bedacht. Dat vind je overal terug. En eigenlijk is dat, als je één ding zou, is dat eigenlijk dat woord evenwicht. En eigenlijk is dat helemaal niks nieuws. Dat kunnen we als een boeddhisten. Maar je oma wist het ook al. Die zegt alles met mate. Het, het erg is, het lijken van die. En misschien is dat dan ook leeftijd en niet dat ik nou super oud ben of zo, maar het lijkt wel alsof die clichés weer steeds waarder worden. Dat is een teken dat je ouder wordt, dat je denkt alles met mate. Vroeger was je onmatig en moest je extreem hier of extreem daar en alles mateloos doen. En nu word je ouder en dan komt. Dat hoort er ook gewoon bij, een stukje zelfontwikkeling en ook achter zien te komen, nou ja, misschien sla je erin door, maar van oké, dat was het dan weer niet. Dat is ook goed om te weten. Als je met een kajak gewoon een 3-teen vaart en dan weer de andere kant de 3-teen en de andere kant de 3-teen, dan denk je, nou, is het misschien toch beter om in middle of the road te blijven een beetje. Of, zoiets zou het zijn. Je neus stoten aan de extreme en weten wat die extreme verkennen. Dat moet je zeker doen. Zeker als je jong bent moet je dat doen. Dat moet je niet meer doen als je 50 bent. Dan een Harley Davidson gaan kopen of zo'n cabriolet. Dat moet je doen als je jong bent. Moet je gewoon weten waar de grenzen zijn. Die moet je aftasten. Moet je zeker een keer proberen. Maar er niet in de 3 blijven steken. Dat is het punt een beetje. Niet ergens blijven steken in hedonisme of in zelfpijniging of zelfkwelling. Dat moet je doen. Ergens een beetje. Ja, dan merk je eigenlijk zoals de Chinese Taoïsme met yin en yang. Dat evenwicht vinden tussen mannelijk en vrouwelijk. Tussen al die. En dat dualisme steeds. Daar zit natuurlijk echt heel veel in. Dat toch een beetje de Oosterse filosofie. Ja, wat dat betreft fascinerend. Over evenwicht. Ik ga toevallig maandag met Paul Smit. Ja. Ook praten over non-dualiteit. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Ik wou ik iets anders zeggen. Nee, doet er verder niet. Oh ja. Wat doe jij om alle. Nee, ik weet het alweer. Met de relatie tot de mensen die altijd maar ambitieus en doelstellingen halen. En we hadden het over burn-out en stress. Ik zie het dan ook zo voor me dat die ook gewoon. Hey, lighten up, weet je wel? Ja. Neem het even niet zo serieus. Het is allemaal gewoon, have some fun. Gewoon, dat hangt er vanaf. Je hebt sporters die willen altijd meer trainen. Weet je zeker dat ik genoeg doe? Meer, meer, meer. Ja, is het echt wel voldoende om goed te lopen? Ik wil eigenlijk meer, meer, meer. Hey, rustig aan. Tap ik op het rempedaal. Klaar. Rustig aan. Niks aan de hand. Komt allemaal in orde. We kijken naar de wedstrijden. En als de resultaten goed zijn, dan blijf ik gewoon rustig aan. Dan is het precies genoeg wat je doet. Niet te veel doen, dan raak je geblesseerd of overtrainen. Dus gewoon met, hey, waar was je? Training gisteren. Oh ja, je zou. Ja, ik had zo druk. Hé, hey, jij wou wereldkampioen worden, ik niet. Vergeet dat even niet. Oké, dus de ene moet je met de zeep erover. En moet je altijd met de zeep klaarstaan. En de ander moet je gewoon met de teugel vasthouden. Ook daar weer dat evenwicht. En dat hangt de ene persoon hangt iets meer naar de ene kant, de ander naar de andere kant. En dat moet je even aftasten. Niet zo dat iedereen al een luie sodomieters, iedereen moet met de zeep. Of tegen iedereen zeggen, joh, maakt niet uit wat je doet, alles is goed. Ook dat niet. Dat is gewoon. Daar ligt ook weer die balans tussen dat gas geven en dat een beetje afremmen. Dat hangt op met de verschillende persoonlijkheden met wie je te doen hebt eigenlijk als coach. En dat geldt ook voor de cliënten die hier komen. Er zijn mensen die zo vast en rigide zijn in routines. En dit is goed en dat is fout en zo zwart-wit denken. Hey, dat valt wel een beetje. Maar ja, maar het is toch zo dat. Nee, soms wel, soms niet.
In jouw geval niet. Oké. Okay. En zeggen, weet je wat? Maar goed. Wat maakt het ook uit of ik nou 6 uur slaap? Ja, wat eten? Het is toch eigenlijk een soort vuilniszak. Dat komt toch allemaal hier terecht. En ja, ik ken iemand die eet al 3 maanden lang. Gaat hij 3 keer per dag naar McDonald's toe. En het gaat hem eigenlijk best goed af. Dat klopt helemaal. Maar misschien heb jij niet degene die persoon heeft. Ja, mijn opa die rookte ook 3 pakjes per dag. Hij overleed ook niet aan longkanker. Maar van je opa heb je hooguit 1/4 van de genen meegekregen. En niet allemaal. En dus als jij 4 pakjes per dag gaat roken, dan doe je eigenlijk bij een Russische roulette aan het spelen. En volgens mij ben je slimmer dan dat. Goed. Daar zal ik eens over nadenken. Nou, ik krijg allemaal mooie appjes binnen van, hey, ik heb er toch nog eens over nagedacht. En dan, het zou best eens kunnen zijn dat er wel een kern van waarheid in zit in wat je vertelde. Nou, daar ben ik al dik tevreden mee dat je dat herkent. Dus ik zou maar snel aan de slag gaan als ik jou was. In plaats van je tijd te verdoen met dat appje. Dus de ene moet je gewoon zeggen, oké, laat maar los. Niet. Maar dat hangt helemaal af van welke persoon je hebt eigenlijk. Dus dat is een beetje, laat ik zeggen, de hele individuele maatwerk aanpak van die persoon. En eigenlijk werkt dat, zonder mezelf te hebben op de borst te slaan, eigenlijk werkt dat geweldig, moet ik zeggen. Maar dat komt door het werk met de sporters die allemaal verschillend zijn. Ja, fascinerend vind ik het. Ik kijk even naar de tijd. We hebben zo 1,5 uur... Volgepraat, wilde ik net zeggen. Ja, oké. We gaan hem afsluiten. Ja? Is er nog iets wat jij nog wilt delen? Of je denkt van, hey, dit had ik nog graag willen bespreken. Of het is niet aan bod gekomen? We hebben een behoorlijke lijst van onderwerpen en issues bekijken. Er valt ongetwijfeld nog veel meer te vertellen. Alleen de vraag of dat nou in de 5 minuten nog kan. En anders komen we nog een keer langs voor een andere sessie. Ja, ik had een hele lijst. Dus voor een andere sessie, dat is ook het punt niet. Nee, op dit moment eigenlijk niet. Het is, ik vind dat je hele goede vragen stelt. Nou, gelukkig. Dat is wel leuk. Dat je ook heel snel kunt schakelen daarin. Dat je ook elke keer net eventjes mij uit de comfortzone trekt door even te zeggen, ja, maar puntje. Hè. Dat vind ik wel leuk dat je een beetje of tegenweer biedt of zeg met een ander voorbeeld komt. En heb je... Dat vind ik wel mooi. In ieder geval heel goed gedaan. Een hele prettige interview heb ik anders meegemaakt. Okay. Die dat of een lijstje standaard vragen afwerken. Of gewoon meegaan met alles wat je zegt en geen tegenweer bieden. Dus dat is wel goed gedaan. Ook bedankt daarvoor. Nou, ja? Dankjewel voor het compliment ook. Dus dat is fijn. Okay. Ik had er niet anders van je verwacht. Tof. Ja? Waar, als mensen meer willen weten, bijvoorbeeld over wat je doet, waar kunnen ze het beste... Op de achterkant van het kaartje zie je mijn blog staan. Dat heet helpingthebesttogetbetter.com. Mm-hmm. En dat is een blog, dat gaat eigenlijk... Ik heb het even niet bijgewerkt de afgelopen maand. Ik had het net iets te druk om dingen op te schrijven. Veel in het buitenland geweest. En dat gaat eigenlijk over sport en nieuwe ontwikkelingen. En ook een beetje mijn eigen hang-ups en stokpaardjes en zo. Soms zijn het iets, gaat het over heel iets anders dan sport met dingen die je op dat moment even belangrijk vindt om met iedereen te delen, zal ik maar zeggen. Tof, nee, ik ga hem opnemen in de show notes. En dan dank je wel. Oké, graag gedaan. Ja?